Nee, leuk dat jullie er weer zijn. Ik heb er zin in en ik hoop dat het allemaal goed gaat komen en allemaal dat het gezellig wordt. En ja, het wordt gewoon hartstikke leuk. Nou, leuk dat jullie er zijn. Even een kleine korte mededeling voor de mensen die denken, wat zit er allemaal voor rare symbooltjes in beeld. Hier onder mij zien we donaties. Gisteren hebben we ook gestreamd en er waren een aantal mensen zoals Stan, die hebben gedoneerd. En de donaties gaan naar de goal. Die staat daar zo, helemaal in de hoek. En de goal is natuurlijk de 100% gaan. Ik ga een nieuwe Dazzle card kopen. Dit is mijn oude. En mijn nieuwe Dazzle card, die is best wel duur. Die is 200 euro, zeg maar. En ja, die wil ik gaan halen voor PlayStation games, Xbox games, dat we op de console lekker kunnen gaan filmen. Dus binnenkort komt er ook Crash Bandicoot aan, heel veel leuke spelletjes. Dus dan kunnen we ook meer gaan livestreamen op de console. En die is beter. Deze is 30 fps en die nieuwe is 60 fps en die kan ook veel meer. En ja, daarom, dat is een soort goal die ik heb ingesteld en daarom gaan we ook gewoon... Maar we gaan gewoon lekker streamen. We gaan het niet hebben over Dazzle Cards, we gaan het hebben over... Planet Coaster, want in de vorige aflevering, of in ieder geval gisteravond, hebben we 2,5 uur gestreamd. En wat heb ik gestreamd? Nou, ik heb eigenlijk dit gemaakt. Ja, deze achtbaan. En er waren best wel veel positieve comments over. En misschien zien jullie iets anders al. Ik heb iets bijgebouwd. Iets heel kort, hè? Iets heel kleins. Dat is dit reuzenrad. Ja, gezellig. Ik heb een reuzenrad in het midden gezet. Eerst had ik een topspin. En die topspin die ging dan zeg maar heen en weer. Logisch ook, dat is de functie van zo'n apparaat. En toen kwam die zeg maar echt gewoon bijna door de baan heen. En toen had ik zoiets van, dat wordt wel een beetje creepy. Want dan moet ik op de juiste timing doen. Dat als die Winko zeg maar langs gaat, dat het karretje van die topspin aan de andere kant is. Gewoon voor de veiligheid. Maar dat kan natuurlijk nooit. Dat gaat gewoon een keer mis of zo. Ja, in dit spel waarschijnlijk niet. Maar ik neem dat risico niet. Dus wat we vandaag gaan doen, is deze attractie meer teamen. En we gaan een beetje een pretpark ervan maken. Een klein pretparkje. Dus het wordt niet groot, maar het wordt gewoon een beetje klein. En hier gaan we dan een brug bouwen. Dat was mijn idee. Kijk, hier gaan we een pad onderdoor maken onder de windcoaster. Dus hier onderdoor. Nou, dan gaan we hier misschien een beetje boven, of ik ga dat heuveltje een beetje afwerken. Dan gaan we hier naar de overkant met een brug. Die ga ik bouwen. Kijk uit voor de bemanning. Die zit daar natuurlijk in dat bootje. En dan hier aan de overkant wil ik dan een soort van... een tweede gebiedje gaan maken. Dus dat wordt dan heel gezellig. Nou, goed dat jullie ook de achtergrondmuziek leuk vinden. En ik hoor iets. Ik weet niet wat. Larissa, dankjewel. Gisteren ook al. Robin en Larissa hebben 1,70 gesmeten. En er staat ook heel veel tekst bij. Oh mijn god, er staat echt heel veel tekst. Hoor je dat? Nee, dat hoor je niet. Bij de 5 euro dan hoor je pas de tekst. Dus helaas. Oké. Okay. En ook even een shout-out naar de moderators vanavond. Joost zie ik al, ik zie FunGamers, Pascal en misschien komen er dadelijk nog meer. De mensen die moderator zijn hebben er nooit om gevraagd. Ja, ik heb altijd zoiets van, ik wijs gewoon iemand aan. En als ze het niet leuk vinden, dan hoor ik dat wel. En ja, weet je, dus dat is grappig. Dus ik geef geen moderatie weg aan mensen. Heel veel mensen vragen ook van, Vincent, ik wil moderator worden. Ja, maar dat doe ik gewoon niet. Oké, hier gaat het pad onder en ik wil hem eigenlijk een beetje naar beneden gaan maken. Dus het idee is dat we hier dan eigenlijk een beetje gaan teamen en ik ga het station natuurlijk wat opknappen. Want het ziet er een beetje kaal uit. Die mensen die lopen wel hier en daar, maar het is gewoon een beetje saai om hier naar die attractie te gaan. Dus vandaar. Nou, we gaan dit eens een beetje om naar beneden gooien, want die mensen moeten natuurlijk wel veilig onderdoor gaan. Ze moeten niet kunnen springen. Ik denk dat hier een hoogteverschil van ongeveer 3 meter moet komen. Dat als mensen dan 2 meter zijn, dat ze niet een meter hoog kunnen springen. Dat ze niet de baan kunnen aanraken. Want misschien is dit wel met draadjes. Je weet maar nooit wat er allemaal kan gebeuren. Dus ik zal dit ook even gewoon uithollen zo. En wees niet bang. De dingetjes die zweven, die halen we gewoon weg natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk wel logisch. Dus dit bosje en die rotsen. Meestal dan haal ik dingen niet weg. Maar dan sleep ik ze gewoon. En dan gebruik ik ze gewoon bijvoorbeeld voor hier. Kijk, dan zet ik ze gewoon hier aan de zijkant. Gezellig. Even een vraagje. Hoe kan ik nu in de video komen door te abonneren? Het is me nog nooit gelukt. Ik moest het verdienen, zei een mod. Ik weet niet. Volgens mij gaat het gewoon als je me al bent geabonneerd, dan zie je dat niet meer, geloof ik. Ik heb ook een beetje lopen rommelen aan mijn settings. Dus misschien dat er iets is gebeurd of zo. Ja, dat het nu... Ik weet niet. Ik weet niet of het nog steeds werkt. Ja, met dat is nu geabonneerd. Dus dat moeten we even afwachten. Ik heb nog niks gezien, dus... Oké, terrein. Dit nog een beetje naar onder gooien, zo. Ik denk dat dit wel hoog genoeg is. Althans, zo'n gevoel heb ik wel. Kijk, dit kunnen we nog een beetje naar beneden laten gaan. Zo.
En dan moet er een soort van trappetje komen. Of misschien dat het een beetje schuin naar beneden loopt. Dat is nog beter. Oh, het loopt al een beetje. Oeh, dat vind ik niet fijn dit. Kijk, dit is lelijk. Zie je het? Ik weet niet hoe dit komt, maar hoe gaan we dit oplossen? Dat is even het probleem. Ja. Leuk en aardig, maar... Kijk, als ik dat nou zo doe. Ja, zoiets moet je hebben. Maar dan moet hij eigenlijk hier zo. Even kijken of dit lukt. Ja, dit is niet echt het midden. Misschien als we dit nou eens breder maken. Wacht even, als we nou hier zo... Kijk, dit is al iets beter. Wat? Waarom doet hij het niet? Oh, wacht even. Nu wel. Als ik hem daar naar beneden laat gaan. Wacht, misschien moet ik hem hier al naar beneden laten gaan. Kijk, nu kan ik het weer niet doen. Jeetje, wat is dit? Ctrl-Z. Nou, dan maar gewoon zo hoor. Even kijken hoor. Oh. Zou dit kunnen? Ik vind het helemaal niet mooi. Paden, dames en heren, is echt verschrikkelijk. Het is niet mijn leukste ding in Planet Coaster. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar als we eenmaal iets hebben, dan is het gewoon wel mooi. Ik denk dat dit wel kan hoor. Ik denk dat het hoogteverschil wel voor die bezoekers. Die komen misschien tot hier of zo, tot mijn pijltje. Ik denk dat dat wel goed komt. Oké, nou wat gaan we hier doen? Even het terrein nog een beetje weghalen hier. Zo, we moeten gewoon flink de ruimte hebben natuurlijk. Hier komt het weer omhoog, want hier gaan we dan een brug maken. Dus ik moet hem eigenlijk gewoon met een pad één stukje naar voren. Zo, en dan moet hij eigenlijk weer gewoon één stukje naar boven. Potverdorie, waarom gaat hij zo lang door? Ach, verschrikkelijk dit. Hij moet gewoon één stukje rechtdoor. Is die nou een stukje rechtdoor gegaan? Even kijken. Ja, en dan moet ik hem eigenlijk gewoon een stukje uitbreiden. Maar even kijken, want dat lukt natuurlijk weer niet. Dus wat ik dan ga doen, is dit even omhoog gooien. En dit gaat dan weer even omlaag. Zo. Jeetje, wat een gedoe, joh. Ik was first, zegt iemand. Kijk, dit moet gewoon klikken. En dan nu moet hij omhoog. Kijk, dit wil ik hebben. Dit wil ik hebben. Zo. Juist, en dan gaan we die brug maken. Dit wordt de brug. Ik ga hem wel een andere kleur geven. En misschien moet er wel een soort van bocht in komen. Want ik maak het eiland gewoon wat groter. En dan kan ik dat schip alsnog misschien een klein beetje opschuiven. Het is ook vet als je natuurlijk met dat pad gewoon langs dat schip komt. Dus ik ga deze ook even een beetje verplaatsen naar hier. Zo. En dit zal ik dit gewoon weggooien? Maak het uit. Ik kan het altijd nog een keer makkelijk plaatsen. Zo. En dan gaan we het terrein een beetje vlakken. We gaan het vlakken naar ongeveer deze hoogte, denk ik. Zo, dit loopt een beetje naar achter. Oh, dit is volgens mij nog te hoog. Dus ik denk dat we zoiets als dit moeten doen. Is dit ook te hoog? Ik weet het, ik moet even zien. Ik weet niet of dat een beetje... Ik zou hem nog iets lager willen. Dat is altijd lastig om een beetje te kijken zo. Dit? Ja, dit is een perfecte hoogte, denk ik. Zo, het loopt een beetje naar achter daar. En dan als ik nou een pad pak, dan... Oh, het is nog niet goed, zie je? Het is nog eigenlijk te hoog. Ik had hem net was hij gewoon goed. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik denk gewoon het terrein ophogen. Wacht, als ik nou eens even dit Ctrl-Z doe, gaat het dan... Kijk hoor. Voor mij gaat hij dan in de juiste hoogte dadelijk. Ja, daar komt hij. Is dit de juiste... Nee... Oh, wacht, hij maakt natuurlijk die soort van zijkant, maakt hij altijd. Omdat ik dat uit... Kijk, ik kan dat uitvinken. Hier zo, door al die balletjes uit te vinken, dan gaat dat ook weg, dat stukje. Kijk maar, zie je het? Dus dan kan je gewoon die... juist. En doen we ook een ander kleurtje, want een brug hoort natuurlijk ook een ander kleurtje te zijn. Maar dan moeten we wel dat ding weer aanvinken, zo. Wel de goede. Volgens mij was dat deze. Ja, de facecam staat ervoor, dus ik kan niet altijd goed kijken. Zo. Dit wordt dan een beetje de houten brug. Tot daar ongeveer. Is dat... Nee, hij loopt nog door. Ongeveer tot... Zoiets? Nee, tot zo. Ja, dit is perfect. Yo, Vincent, ik ben er ook weer bij, Mr. Sunfield. Ik krijg trouwens niet meer in het beeld van... is geabonneerd en zo. Ik weet niet of ik dat heb uitgezet. Maar, ja, dan... Ja, waarschijnlijk wel. Ik had wel een heel leuk icoontje erbij gedaan, namelijk. En, ik zal even de comment lezen van Rob en Larissa. Onze avonden dit weekend zijn weer gevuld. Maar maak er wat moois van, Vincent. We gunnen het je heel erg. Bedankt voor de stream. Steam tip. We zijn beide nu fanatiek truckers. Oh, dat is gaaf om te horen. Ja, echt super tof. Ja, want American Truck Simulator en Euro Truck Simulator zijn dus in de aanbieding. Dus vandaar. Ja, dan gaan we hier een brug maken. Die heeft natuurlijk ook ondersteuning nodig. Logisch. En dan doen we dit eventjes flatten. Oh, dit is niet mooi, hè? Potverdorie, dat is altijd met dat gezeik met die paden, joh. Dat is, ach, verschrikkelijk. Nou, dan moeten we maar gewoon even zo... Kan je dat niet uitzetten of zo? Scenery lock. Volgens mij, nee. Hè? Ik heb wel een melding, maar... Oh ja, is geabonneerd. Hij doet het wel. Ik zie het nu in één keer in beeld. Gelukkig, hij doet het.
heb er niet aan. Ik heb een beetje veranderd. Vergeleken met de vorige keer. Gisteren dus. Gaan we hier wat steentjes plaatsen. Ik moet het wel een beetje af gaan werken allemaal. Gaan we naar Nature. Ik ben ook een beetje aan het kijken. We hebben 289 kijkers. Wow. Oké, jullie hebben er zin in vanavond. Nou ja, mooi toch? Kijk, hier. Oh, kijk dan die. Huh? Kijk die duif daar. Wat doet die duif daar? Ga weg. Je hoort daar niet. Ik wil een rots plaatsen, maar ik vind het zielig dat ik ook... Ja, moet ik... Oh, hij gaat er weg, gelukkig. Nu kan ik hem plaatsen. Vond ik wel een beetje zielig. Gaat niet zomaar een duifje een beetje saboteren met rotsen. Wat doet mijn... Wacht even. Hij doet een beetje raar. Als ik nou dit klikt... Oh, nu doet hij wel anders. Mooi. Zo. Hier nog wat van die rotsen. En we gaan daar ook nog allemaal plantjes toevoegen. Maar ik vind dit altijd wel een beetje... Die afwerking is altijd wel aardig. Mensen vragen zich af, wat is dit voor park? Het is een nieuw pretparkje. Alleen het is helemaal exclusief voor de livestream. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dus je zal het alleen in de livestream zien, dit park. En natuurlijk ook op YouTube. Het komt ook op YouTube. Rock, weghalen. Gaan we even wat bosjes pakken. Ik wil ook met plantjes gaan werken. Want we hebben eigenlijk best wel... We hebben alleen maar struiken. Zoals dit soort dingetjes. Dit zijn struikjes natuurlijk. Hij doet een beetje raar. Ik weet niet wat ik heb ingesteld. Ik heb iets ingesteld. Ik weet niet precies wat. Maar mijn shift werkt niet zo lekker. Nou goed. Kijk, we moeten ook een beetje met plantjes gaan werken. Dit moet trouwens uitgevinkt. Zo. Kijk, daar hebben we wat kleur erin. Ik mis kleuren. Sowieso ook in de... In de windcoaster moeten we gewoon wat meer kleuren toevoegen. Wat hebben we nog meer? We kunnen ook dit boompje. Dit is ook wel een beetje een vrolijk boompje zo. We kunnen altijd een beetje daar plaatsen. Wel een lelijk kuiltje. Dat moet ik echt op gaan vullen met stenen. Het zijn allemaal stenen. En doe ook zo'n leuke heggenboom. Dit is een heggenboom, dames en heren. Dit is een mooie heggenboom. Jeff Movies, bedankt voor het abonneren. Nou, ik vind dat schip staat er wel leuk hoor. Ik vind dat wel... ja, de aankleding is wel aardig, denk ik. Sowieso, meer groen is altijd welkom. Nou, hier gaan we dus nog een attractie plaatsen. Maar misschien, dan moeten jullie niet al te enthousiast gaan doen in de chat. Misschien is het leuk om te vragen aan jullie, hè, jullie kijkers, wat voor soort attractie er nog bij moet komen. En ik dacht in eerste instantie aan een flat ride. Dus hou het een beetje subtiel. Ga niet lopen schreeuwen van houten achtbaan. Want jullie weten dat ik zo gek ben om dat gewoon te doen. Maar houd een leuk idee voor in dit park nog erbij. Dan ga ik gewoon plek en ruimte ervoor maken. Laat even weten in de comments, maar niet te gek. Ik ken jullie heel goed. En ik weet dat jullie de absurdste, tofste ideeën hebben. Zeker tof, positief bedoeld. Maar laat het even weten als je een idee hebt van... Nou, dat vind ik wel leuk. Hè. Dit gaan we eens even doen. Nou, dan laat het even weten in de chat. En ik hoop dat ik het ga bijhouden. Want ik denk dat de comments echt keihard een houten achtbaan... Jongens, ik zei geen houten achtbaan. Even kijken, een watersplash, zegt iemand. Dat is ook leuk. Een boomstamriviertje. Een mini-tractorbaan. Mensen zeggen toch wel een beetje een waterbaan. Mensen vinden het toch leuk als ik een waterbaan ga maken. Welke onderdelen een spookhuis. PC-raadje aan als ik zelf Ricardo wil bouwen? Budget 1000. Welke onderdelen voor een PC-raadje aan als ik zelf een PC wil bouwen? Ricardo Bauma, bedankt voor je donatie in eerste instantie. Ja, wat raad ik aan om een PC te bouwen? Nou, je moet denken, wil je de komende 3 jaar vooruit gaan? Logisch, je wilt dat gewoon. Je wilt de komende 3 jaar gewoon vooruit. Je wilt niet zo dat je over een jaar weer een nieuwe computer moet kopen. Dus ik raad sowieso aan om dan rond de... Ja, niet schrikken, maar ik denk dat je als je richting de €2000 gaat, is een hoop geld. Echt een hoop geld. We zitten trouwens op 50% van onze goal. Ik zie het nou net. En Ramon, bedankt voor het abonneren. Ik denk dat het best is om dus een PC te sparen van... Ja, mijne was €1800. En ik vind hem af en toe... Hij is niet traag, maar hij kan altijd nog sneller natuurlijk. Nee, maar ja, weet je... Je bent altijd een hoop geld kwijt. Dat is het een beetje. Dus ja, ik raad gewoon aan rond de €2000. Dan heb je gewoon een fantastische computer. Het is een hoop geld. Ja, ik weet het. Oh, jongens, kijk nou. Er zit... Ik zag het helemaal niet. Kijk eens wat een lelijke bocht hierin zit. Hebben jullie dit eerder gezien? Echt waar, ik heb dit... Oh mijn god. Ik zie dit nu pas. Oké, dat is echt heel triest. Dit is echt... Kijk dan. Oh my god. Oh my god. Voor mij heb ik een beetje lopen knoeien met de baan. Dit kan niet anders. Ik heb lopen rommelen. Dit is gewoon niet normaal. Dit kan gewoon echt niet hoor, mensen. Och, ik schaam me nu echt op dit moment ontzettend, hè. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat ik iets heb lopen knoeien, want dit kan gewoon echt niet. Dit kan echt niet. Excuus, mensen. Oh mijn god.
Word ik al rood? Word ik al rood? Nee, dit kan echt niet. Wat een schande zeg. Oh mijn god. Jeetje, en jullie, maar ik, ja, nee, het is gewoon mijn schuld, ik weet het. Ja, het kan gebeuren. Het is menselijk. Nou, we gaan dat eens even aanpassen, want dit kan natuurlijk gewoon echt niet, hè. Dit kan echt niet. Jeetje, jullie zeggen ook helemaal niks. alleen maar de schuld op jullie schrijven, terwijl ik het gewoon heb gedaan. Ik ben het grote probleem. Oké, we gaan het nu gewoon fixen. We hebben gewoon eigenlijk niks gezien. We hebben gewoon niks gezien. Ik denk dat dit beter is. En dan moeten we hier natuurlijk wel remmen erin doen. Dus zoiets als dit. Zo. Wow, vanaf daar al. Nee. Dit is veel te lang, dit stuk. Kijk, ja, dit stukje. Oké. En misschien kan ik dit wel een soort van... Ik snap er niks van, maar niet in de video dat ik heb geabonneerd. Iemand zegt ook, ik zei het, Vincent. Ik zei het gewoon. Waarom doet hij dit niet trouwens? Ik wil gewoon dit stuk pakken en dan slepen. Juist, dankjewel. Smooth al. Is dit wel recht dan nu? Er zit nog een klein... Zo. Er zit nog een heel klein bochtje. Ja, het is niet... Oh my god, jongens. Wat is dit? Maar als ik dit opschuif, dan gaat die hele baan mee. Dat wil ik niet. Wacht even. Dit kan beter. Dit ziet er toch niet uit, joh. Ja, het is geen ramp. Laten we ons later erop focussen. Want dit is misschien een probleem voor later. Nou, die boom gaat eigenlijk ook er even weg. En die verplaats ik gewoon even naar hier zo. Zo. Niks gezien. Rage Quit. Hallo. Jessel. Ook was je naam kwijt. Nee. Jessel, ik ga vrijdag naar Symbolica. Geweldig. Hartstikke leuk toch. En ja, weet je. Eerste instantie gewoon hartstikke leuk dat we dit gaan doen. En ik ben heel benieuwd. Ik zal... Ik weet ook niet of ik mag spoileren. Als ik daar ben, als ik die video ga lanceren. Ik weet niet of ik dat mag doen. Dus vandaar, ik weet nog niet wat we mogen filmen en hoe we het mogen filmen. Dus, maar ik zal wel van tevoren in de video zeggen van, dit bevat mogelijk spoilers. Dus heb je zoiets van, nou Vincent, ik wil eigenlijk zelf meemaken hoe het is. Dan leg ik dat uit van tevoren in de video. Maar als ik gewoon zeg van, jongens, je kan dit gewoon kijken zonder spoilers, dan zeg ik dat ook gewoon eerlijk. En dan komt dat helemaal goed. Dan kan je gewoon een leuke aflevering kijken zonder spoilers. Dus dat is alleen maar goed. Oké. Dus even draaien. Zo. Hoppakee. Een paar rotsen in het water natuurlijk. Rotsen in het water. Allemaal rotsen. Ik werk bij de Efteling, zegt Menno. Gezellig. En sta je dan prullenbakken leeg te schrapen? Of nee, die is zo negatief gelijk. Was een geintje. Was gewoon een geintje. Je hebt zoveel verschillende soorten jobs. Dat is niet normaal. Vooral bij de Efteling heb je echt... Het is zo dat je... Je hebt ook gewoon... Je hebt soms werk dat je denkt van... Bestaat dat? kan je daarvoor solliciteren? Nee, maar dat... Het is leuk dat je er werkt sowieso. Zoek in de workshop Big Tower. Bouw daar een achtbaan in. Big Tower, dat klinkt ook wel tof. Zo... We doen even wat groen natuurlijk hier langs, de zijkant. Dat vind ik sowieso wel leuk staan, een beetje groen. En we moeten sowieso deze muur ook even naar beneden trekken. Want anders zien we dat het zweeft en dat is niet de bedoeling. Dus ik gooi dit even naar beneden. Mensen, dit kan een beetje langer gaan duren dan de vorige aflevering. Maar dat komt omdat ik dus eigenlijk nu bezig ga zijn met teamen. Dus heb je zoiets van, Vincent, dit is saai, dan begrijp ik dat wel, maar... Dit hoort gewoon bij een attractie en we moeten het gewoon een beetje leuk maken. En daarom maak ik ook dadelijk een nieuwe attractie voor de variatie in de video. Dus wees niet bang dat het, saai wordt of zo. Het is ook gezellig met jullie in de chat natuurlijk, hè. Dus vandaar. De DL Gamers, bedankt voor het abonneren, grote vriend. Ik wil hier een soort van een huisje maken nog. Of iets overdekt of zo. Waarom kan ik deze boom niet pakken? Misschien moet ik hem... Oh, zo moet ik hem selecteren. Dan gaan we hem even verplaatsen naar daar. We gaan natuurlijk ook nog een onderrij doen voor de mensen die deze achtbaan nog niet hebben gezien. Logisch gaan we dat doen. Nou, dan doen we nog een laag erop. Ik doe autostack even aan. Zo, even over de webcam kijken. Dan wordt het best wel een hoog huisje. Maar dat heeft wel iets, vind ik. Zo. En dan maken we ook een dak erop. En misschien maken we gewoon zo'n dakje erop. Vind ik ook wel leuk. Zo. Zoiets. Hartstikke gezellig. Zo. En misschien moet er dan nog wel zoiets bij komen. Ik weet niet of die mooi toe kan voegen. Is dat leuk zo, dit? Nee, oh mijn god. Jeetje, Vince, dit ziet er niet uit. Misschien even kijken hoor. Oh nee, dan pak ik deze houten plank. Bedankt voor het abonneren, Thijs. Thijs is Thijs. Na 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 na.
Ik weet niet of die bruine kleur er mooi bij. Ik ben geen vrouw. En vrouwen weten het altijd beter met kleuren. Dus als er vrouwen zijn die nu kijken, heb je een suggestie voor... dit ziet er echt lelijk uit. Ik weet het, maar het is nog lang niet af. Maar het is een ideetje, hè? Het is een ideetje. Wat lelijk. Dit moeten we echt veel mooier maken. En aan mij de taak om dat te doen natuurlijk. Oké. Weet je wat? Ik ga dit even de plafond een beetje omhoog gooien. Zo, voor een tweede verdieping. Dat vind ik altijd wel moeilijk hoor. Om gewoon een gebouw mooier te maken. Ik denk dat we dit gaan we dichtgooien. Want het is allemaal zo open. Dus we gaan deze pakken. Zo, en dan gaan we eens kijken welke erbij past. Ik denk dat deze was duidelijk te hoog. Ik denk dat we deze moeten gebruiken. En dan past die daar. Yes. En dan pakken wij ook voor de andere kant even. Dit moet natuurlijk ook gedicht worden. Zo. En dan pakken we deze grote. Nee, we pakken een kleinere. Zoiets als... Even kijken hoor. Autostack staat aan. Dus dat is even lastig. Zo. En ik heb geen zin om me uit te vinken, want ik ben lui. Zo. Hier zo. En dan moeten we voor dat kleine stukje moeten we dan nog zoiets hebben. Zo. Kijk, dit wordt mooi, hoop ik. Doen we ook dit zijkantje gelijk opvullen. En dan maken we van dit huisje, een lelijk huisje, maken we hopelijk weer een wat beter, mooier huisje. Dat is wel de bedoeling. Kijk, dit ziet er al... Ja, het is nog niet helemaal dat ik denk van... Wauw, Vincent, wauw. Dat is heel mooi. Maar we zijn nog lang niet klaar. Zo, even 3D er een beetje op doen. En misschien kunnen we dit doortrekken naar hier. Zo. Ik vind dat van die zijkantjes, van die latjes, vind ik altijd wel leuk staan, vind je niet? Vincent, wat is een leuke set? Wat is een leuke set? Iemand zegt saai, oh jee. Zal ik een liedje zingen? Ik denk dat het dan nog saaier wordt. hebben jullie een liedje in gedachten? Of moet ik gewoon niet gaan zingen? Nee, een hele slechte suggestie. Fans. We gaan eens even fans eens kijken, want er moeten natuurlijk al dingen worden afgesloten. Even al selecteren en ik denk dat we deze gebruiken of anders gewoon deze, want die laten we ook een paar keer terugkomen. Ik doe de autostack even uit. Oh, dan staat al uit. Oké. Deze moeten we doen. Zo. Hoppakee. Ongeveer het midden. Dan schuiven we hem een beetje daar naartoe. Nog een klein beetje die kant. Zo. En dan slepen we hem als het ware even naar de andere kant. En dan plaats ik hem gewoon als ik denk van nou, daar kan die wel staan. Misschien een klein beetje opschuiven zo. Ja, zoiets. Oké, dan hebben we in ieder geval twee hekjes. Dat ziet er wat leuker uit. Ik mis nog wat scenery objecten daar. Kartbaan. Oh, mensen zitten nog steeds te bedenken wat voor attractie. Sorry. Laat nog even weten wat jullie graag willen zien. Dus, ja. Ik ga trouwens even fixen dat het misschien niet meer gaat laggen voor de mensen die aan het die abonneren, zeg maar. Zoals even kijken of ik dat kan aanpassen. Moment hoor. Even een heel klein ogenblik geduld. Dan pas ik even de scène aan. Ik weet niet of het lukt hoor. Want het is echt met helemaal instelling op een website. En dan moet ik helemaal gaan knoeien eraan. 1280 keer 27. 7. Ik weet niet zeker of dit gaat werken. Maar als het goed is. Als ik deze nou een soort van launch. En ik kopieer deze hierin. Excuus voor het ongemak voor mensen. Maar dit is gewoon een oplossing. Het is allemaal live natuurlijk. Dus... Ja, er kan van alles misgaan en van alles gebeuren. Maar waarschijnlijk worden de letters wel wat groter. Oh shit, nee, dat ziet er niet mooi uit. Wow, Joey, dankjewel. Ik heb al dingen aangepast, dat moet ik even weer terug doen. Ik zal zo je tekst even voorlezen, sorry. Het is even chaos nu. Er staat iets, Joe Vincent, het ging weer snel weg. Excuus. Ach, ik ben er een beetje aan het knoeien, dames en heren. Excuus hoor, excuus. Lounge klik ik, deze, dan doen we rechtsklikken, donaties. Nou, dan moeten we het maar gewoon even ermee doen, die kleine lekstoot, ik kan er even niks aan doen. Dutchman, bedankt voor het abonneren. Dankjewel. Kartbaan zie ik al. Heel veel mensen willen een kartbaan. Waarom willen we een kartbaan? Een Rapid River. Ja, ik vind dat wel leuk hoor. Ja, ik vind het wel leuk. Alleen, een kartbaan. Ja, ja en nee. Ik weet niet. Het is natuurlijk al een nieuw object. Maar ik twijfel nog. Heb je nog een andere suggestie? Laat het even weten. Een schommelschip. Ook leuk. Zeker. Even kijken wat kunnen we nog meer gebruiken hier. Och, heerlijk. Sowieso. Waar waren ze al die tijd? Ik heb ze gemist. Ik heb ze bijna niet geplaatst. Hè? Jullie weten het. In de vorige aflevering. Ik heb er een paar geplaatst.
En jullie weten donders goed dat ik het zonder kan. Jullie weten het. Al de vissen met vier tonnetjes. Maar het is gewoon goed gegaan allemaal. Dus don't worry. Ik ga dit even uitzetten. Want het is verschrikkelijk. Daar kan je amper in bouwen, joh. Dat is echt, ach, verschrikkelijk. Oké. Nou, deze gaat bijvoorbeeld... Die moet naar die boot toe kunnen natuurlijk. Dus je moet vanaf hier moet je een steiger hebben. En die steiger moet natuurlijk een beetje naar beneden. Dus we moeten dat sowieso gaan doortrekken dadelijk. Kijk hoor. Moeten we al die palen gaan doortrekken? Oh, verschrikkelijk. Wacht even, ik heb een oplossing. Ik maak daar gewoon een trappetje natuurlijk. Zo. Wel een beetje raar dat dat zo schuin staat, die boot. Wacht even, ik kan het verkleinen maken. Zo. En dan deze gaat dan gedraaid worden naar deze kant. Die draaien dan een beetje zo. En ja, ongeveer zo. En die trekken we dan door naar deze kant. Ik vind dat leuk, die paaltjes zo. Het heeft wel iets. En dit is dan het uiteinde. Zo. Leuk. En dan komen natuurlijk ook tonnetjes op. Oh, een ankertje. Wacht even. Oh, dat is wel een groot anker, zeg. Dat is te groot. Dus ook, het zijn grote objecten, zeg. Nee. Het moet niet te agressief worden. Even kijken, hoor. Tonnetjes. Sorry. Ik doe het gewoon weer, hoor. Ik doe het gewoon. Hier moet een trap komen. Dus ik weet niet of ik trap kan invullen. Nee, ik krijg geen trap door. Dat is ook niet de bedoeling. Voor mij staan ze hierbij. Maak een topspin. Lik je stoel. Ieuw. Dat doen we maar niet. Een trap. Een ster. Voor mij. Ster. Ja, dan krijg je zoiets. Maar voor mij heb je ook iets van hout. Op zich kan dit ook wel. Als we dit gewoon bruin maken, hoor. Let maar op. Donker. Kijk, die doen we dan gewoon even precies in het midden. Zo. Oké. En dan kunnen we hierboven kunnen we dan nog... Oh, dit is misschien... Misschien moet ik hem wat lager doen. Even kijken, hoor. Het kan makkelijk, hoor. Als ik gewoon deze doe. Advanced move. Zo, dan gooien we gewoon een beetje naar beneden. En dan een klein beetje naar die kant. Want ik vind het lelijk als die daar in dat gras komt. Oké, zo. En dan pak ik even wood. Ik maak het nu even mooi, hoor. Wood. En ik bouw echt aan van alles en nog wat. Dat weten jullie, hè. Ik ben nooit echt van het... Ik moet altijd gevarieerd bouwen, altijd. Anders word ik gek. Ik ben de zoon van de directeur van de Efteling. Ja, en mijn moeder heet Hans Klok. Goed. Gelijk weer zo. Oké, dit gaat omhoog. Zo. Dan maken we hier even een soort van... Ja, dan kan je daarop om daar naartoe te gaan. Dat komt later nog wel. Oké, maak een spinning coaster. Mensen hebben nog ideetjes. Ik mag misschien de eerste zijn om dat of Symbolica te bezoeken. Oké, nou, jij blij. Een dive coaster. Ook leuk, een lochflume. Daar ben ik meer een voorstander van, een lochflume. Ja. Ik weet niet of jullie een beetje het ermee eens zijn om een lochflume te maken. Maar laat het even weten in de comments, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Een lochflume is natuurlijk wel echt heel gaaf. Wat gaan we nog meer? Zal ik het station even updaten, want we hebben dit in ieder geval gehad. We gaan het gewoon even doen. Ik ga naar filters. Dan vullen we even Western en Piraten in. Een kartbaan, een dark ride, een dive coaster, een hangende achtbaan, een lochflume, een dueling coaster, een waterbaan, rapid river, een lochflume, een spookhuis en jeetje, hou je bek. Zo, wat een liefde. Jongen. Hou het, jongens, er is al genoeg oorlog, hè? Kom op, hou het een beetje lief. Dat is wel zo netjes. Oké, we gaan even raampjes... Ik keek Jochem Meijer en toen ging hij zingen in het raamkozijn. In het raamkozijn! Oké, we gaan gewoon een beetje van die raampjes doen. Dit is een beetje de standaard raampjes. Oh, nee, ik wil hem eigenlijk een beetje hoger doen. Dus dan doen we hem gewoon daarheen. En dan doe ik hetzelfde raampje met F. Ik doe hem wat omhoog. Ongeveer dezelfde hoogte is dit. Nou, en dan gaan we dat ook aan de andere kant doen. Zo, gewoon vier raampjes. Raampjes doen wonderen natuurlijk, hè. Ziet er altijd wat veel beter uit. Dan kunnen we dat hier natuurlijk ook doen. Maar je raadt het niet. Oh, verschrikkelijk. Jochem Meijer, hartstikke leuk om naar te kijken.
Hier wil ik van die hele kleine, smiechterige, sneaky raampjes plaatsen. Dan moet ik even dat filter uitdoen. Er staat geen filter aan. Misschien moet ik woed even weghalen. Dan heb ik iets meer juist. En dan heb je die hele smerige raampjes. Ik moet denk ik wel even het piratenfilter aandoen. Om te kijken of die sneaky raampjes ook daarbij zitten. Nee. En de Westen zitten ze ook niet. Dus ik moet ze gewoon even gaan opzoeken. Ik denk dat het bij het kasteelthema hoort. Het zijn hele smerige raampjes. Echt, daar sneak je doorheen. Dit. Oh, smerig. Kijk eens even. Dus dit is echt smerig. En daar worden ze zwart. En nu worden ze... Huh? Dat is raar. Zie je het? Oké, dat is vreemd. Dit zijn van die hele smerige raampjes. Maar dat zijn deze ook, die kleintjes. Of deze. Oh, dit is smerig. Dit zijn smerige raampjes. Zie je dat? Nou, daar gaan we maar een paar van plaatsen. Want dit is gewoon echt te smerig. Ach, man. Waarom zou je die ooit daar plaatsen, weet je wel? Dat is echt een schande. Oké. En dan doen we daar één en daar. Dan komt het mooi uit. Ach, smerig dit, jongen. Ik vind het ook gewoon smerig om dit te plaatsen. Moet je kijken, joh. Ach. Zo, en die komt ongeveer daar. Zo. Nou, hebben we dat in ieder geval ook gedaan. Die paaltjes moet ik misschien doortrekken naar daar. Dat is denk ik wel leuker. Dus krijg je daar gewoon... Hoppakee. Even in de comments kijken, hoort jullie allemaal zeggen. Mensen hebben alweer timeouts gekregen van de moderators. Kijk, wat een liefde. Smerig, zeggen Guy. Ik vind hem ook heel smerig. Dit zijn smerige raampjes. Duidelijk, overduidelijk smerige raampjes. Wat kunnen we hier trouwens doen? Een beetje teaming? Of moeten we hier ook een flat ride neerzetten? Ik ben wel voorstander om daar gewoon nog een extra attractie neer te zetten. Ik ben gewoon zo gek om hier gewoon... Hier is genoeg ruimte. Dus laten we gewoon ook gewoon een kleine flat ride neerzetten. Maar een kleine flat ride. Dus ik heb het over misschien wel een draaimolen, weet je wel, zoiets als dit. Oh, zelfs dat is gewoon heel groot. Oh, dit is de zweefmolen. Ik moet wel de draaimolen pakken. Ik dacht al, die moet toch makkelijk passen? Kijk, dit is waarschijnlijk ook weer te groot. Ik denk dat bijna alles te groot is. Kijk maar. Dit is te groot. Nou, dit gaat ook... Nou, dit kan ook passen misschien. Maar niet helemaal geschikt. Ook deze. Oh. Aladdin de Gakado. Prachtige attractie. Maar waarom kan ik hem niet plaatsen? Obstructive. Er zit iets in de weg. Ik weet niet... Volgens mij is er geen flatland. Waarom kan ik de draaimolen wel plaatsen en dit niet? Wat hebben we nog meer? Een top... Oh, dit past... Ja, dit past net. Laten we deze... Kijk, die past wel weer. Maar dat vind ik een beetje... Nee, ik denk dat ik voor een draaimolen ga. Gewoon even simpel. Kunnen we een beetje op z'n wildwest aankleven, vind je niet? Ja. En dan gaan we later nog een logvloer maken. We maken wel een klein pretparkje ervan. Vind ik wel. Dan doen we de ingang daar. En de uitgang, dat sluit mooi aan dit pad. Zo. En we gaan ook nog winkeltjes toevoegen vandaag. Het wordt gewoon hartstikke gezellig. Hartstikke leuk. In de maneschijn. God, waarom zit dat nummer in godsnaam in mijn hoofd? jongen. Maar je raadt het niet. Doen we zo'n wachtrij? Nee, dat vind ik lelijk. Ik vind het jammer nu. Ik weet niet hoe dat kan, maar... kijk, ik wil hem zeg maar... Rechtuit wil ik hem. Wacht, als ik nou gewoon dit doe. Oh, dan kan het wel, zie je het? Zo, en dan moet hij aansluiten op het pad. En waarom doet hij dat dan ook niet? Verschrikkelijk, hè? Soms die editor is om te janken. Echt waar. Echt om te janken. Bedankt voor het abonneren, Richard Wagner. En kunnen we hem zo plaatsen? Dat kan wel. Nou, weet je wat? We doen het gewoon op die manier. Ik doe het toch allemaal wel leuk aankleden. Althans, dat hoop ik. Hoppakee, confetti. Een draaimolen. En dan kunnen we hier... Maar dit is een beetje opgevuld nu, hè? Want anders moet ik alleen maar of bomen neerzetten... of struikjes of dat soort dingen. Dus daarom heb ik het even opgevuld met zoiets als dit. En dan gaan we eens even kijken, want dan ga ik het terrein een klein beetje aanpassen. Maar ik weet het niet zeker. Even kijken hoor. Heb ik trouwens gedaan dat je door het gebouw heen... Of door het... Wacht, hier moet ik wel een beetje omhoog gooien zo. Beetje heuvelachtig natuurlijk, hè. Een beetje variatie moet erin komen, hè. Zo. Nou, de mensen gaan er al in. Ik bedoel, ja, het is ook de enige attractie waar ze in kunnen. Want ik heb de achtbaan nog niet geopend, want die moest eerst getest worden. En waarom? Ik kan hem nog steeds niet testen. Dus ik moet hem even... Of ik kan hem niet openen, want ik moet hem nog steeds testen. Hey, Joost! Drink niet te veel perenpulp, is niet lekker. Drink niet te veel perenpulp, want het is niet lekker. Bedankt, Joost, voor jouw donatie van 5 euro. Super lief. Op naar die Dazzlecard. Ja, want volgende week vrijdag is het al, hè. Dan komt Crash Bandicoot, dames en heren. Mijn favoriete game. Oh, wat wordt dat heerlijk, dat spel. Ach, ik was vandaag in de winkel en daar hadden ze een grote poster van Crash Bandicoot. En ik zeg tegen die verkoper, dat is geen geintje, ik zei tegen die verkoper van... ja, misschien een beetje raar wat ik nu ga zeggen, maar... hebben jullie nog zo'n poster? Anders moet ik hem jatten. En toen begon hij te lachen. Ik zeg, ja... Hij zegt, weet je wat? Als jij nou gewoon een keer langskomt dan, ik weet wie je bent...
dan krijg je gewoon die poster van ons. Maar er zit wel een klein, heel klein foutje in. Ik zeg, dat maakt me helemaal geen ene moer uit. Als ik het maar gewoon kan krijgen van jullie. Dus dan krijg ik gewoon een super grote Crash Bandicoot poster. Dat zou natuurlijk echt super tof zijn. Ik ben echt verslaafd aan dat spel. Ik heb het vroeger doodgespeeld, hè? Vroeger hadden we helemaal niks, jongens en meisjes. Vroeger zaten we met onze Nokia Snake te spelen. Dat is echt zo trouwens. We gaan het terrein een beetje kleuren, want weet je wat? Het terrein moet ook gekleurd worden, want... Ja, weet je wat het is? Maak een vaste serie. Elke week een keer live aan dit pretpark werken. Misschien. Nou, weet je wat het punt is? Als ik zeg maar livestream, dan kan ik niet werken aan mijn andere series. Dan kan ik niet me bezighouden met Roblox, met de vaste Planet Coaster serie. En dat is best wel een probleem, want livestream is wel leuk. Alleen, ja, het moet natuurlijk wel... mijn andere series gaan gewoon door, hè, mijn andere video's. Want ik bedoel, jullie krijgen daar gewoon om 7 uur weer een video te zien. Terwijl ik gewoon aan het streamen ben, vandaar. Kijk, die grond moet een beetje kleuren. Gewoon een beetje gevarieerd. En dan gaan we ook natuurlijk met stenen gaan we het ook een beetje heuvelachtig maken. Wat hebben we nog meer? Zo'n wagonnetje. Ik vind het leuk om die misschien een beetje te kantelen. Ik dacht, misschien ga ik hem op een rails neerzetten. Joey, dankjewel voor het abonneren! Zo. Beetje schuin. Kijk, en dit vind ik gaaf, dat zo'n kart een beetje schuin staat. En dan kan je er misschien wel wat spullen in doen. Alleen, de spullen die je kan plaatsen, dat zijn allemaal hele grote spullen. Ik bedoel, dynamiet. Oh, dat kan trouwens er wel in. Zo, kijk, met een kaarsje. Met die kaars kan je het natuurlijk aansteken. Die doen we ook een beetje schuin. En even kijken, wat hebben we nog meer? Ik wil het niet al te druk maken. Yay! Mijn spekkoek krijg je volgende keer. Mijn spekkoek krijg je volgende keer. Oh, dat is lief. Dankjewel Joost voor 5 euro weer. Heel lief. Ja, ik vind, weet je wat zo neierig is van zeg maar dat tippen, dat donaties. Dat zeg maar wanneer je dus 5 euro doneert, gaat 4 euro naar mij. Ja, dan gaat er echt 1 euro naar, zeg maar, iDeal en zo. Is helemaal niet erg hoor. Er zijn eigen dingen en het gaat me ook helemaal niet om het geld. Maar dat op een gegeven moment, als we daar dan dat hebben gehaald, zeg maar. Dat we zeg maar bij de 150 euro zijn. Dan heb ik misschien maar, bij wijze van spreken, 120 euro verdiend. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is echt, dat is echt gemeen. Nee, maar ik vind het niet erg om bij te leggen. Want ik wil zo graag dat we die games gaan streamen. Op de PlayStation 4 en zo. Oké. Wat krijgen we nog meer? Bankjes moeten er ook aan de zijkant. Mensen moeten lekker kunnen zitten natuurlijk. Zo, maar natuurlijk. Maak echt gewoon een klein pretparkje ervan. In het begin had ik zoiets van, we gaan dit niet doen. We gaan niet een klein pretparkje maken. Maar toen daarna had ik zoiets van, ja, waarom niet? Waarom maken we geen pretparkje? In de maneschijn. God, ik hou al op. Optimus Prime gaat dood in TF. Ik weet niet waar het over gaat, maar het zal wel. We gaan hier een soort van... wat zullen we hier maken? Dit is ook leuk, hè? Gewoon van die objecten gewoon. Een beetje random objecten toevoegen. Als die stenen dadelijk toegevoegd worden, dan komt het er sowieso wel leuk uit te zien. Speel meer Lego games, krijg ik in één keer te horen. Ja, Lego is verslavend. Ik heb trouwens dingen uitgespeeld. Lego City Undercover. Dat was echt een hele vette eindmissie. Ja, ik wou hem eigenlijk streamen, maar ik had toen even geen zin om te streamen. Excuus daarvoor, dus vandaar. Wow, was hij zo aan het zweven, dat koffertje? Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu eens eventjes wat andere dingen toevoegen. Dat zijn natuurlijk even kijken bij Scenery. En dan bij Nature, daar gaan we even de rotsen toevoegen. Want dat wordt nou wel tijd. Hopen rotsen wil ik toevoegen. Rock. Waarom maar één rock? Oh, deze. De crystal. Die moeten we ook gaan toevoegen. Kunnen we die trouwens even ergens neerzetten of zo? Doe ik even Align to Surface uit. Zo. En ja, het is natuurlijk vet als die dadelijk licht geeft. Want we hebben nog geen licht gedaan. Even kijken hoor. Wacht eens even. Als deze nou hier zo uitkomt. Of uit die ogen, ik weet niet hoe dat eruit ziet. Nee, dan zie je heel dat ding niet meer. Gewoon uit zijn mond, dat is vet. Kijk hoor. Zoiets. Oh, dat is awesome. Ik vind het leuk. Gewoon een extra detail, maakt het uit. We gaan weer terug naar het begin. Zo, waar waren we gebleven? Rotsen. Ik moet denk ik kijken bij buildings. Of nee, bij, wat was het nou?
Cinnamon, ik zat wel goed, maar waarom props? Nee, ik moet bij Nature kijken. Ik vul rock in. Oh, dit stond uit. Oké. Okay. Of aan bedoel ik. Ja, kijk. Bedankt voor het abonneren. Dankjewel. Ik denk dat hij lekt omdat hij dingetjes bewegen. Omdat hij die naampjes bewegen. Ik denk dat dat het een beetje is. Ja, dus misschien moet ik dat de volgende keer even uitzetten. Maar ik vond het wel leuk dat effect. Dat je als je zeg maar abonneert. Dat je dan echt van die... dat je dat allemaal ziet. Zo een beetje dat dat gewoon heen en weer gaat en zo. We hebben momenteel 300 kijkers bijna. Hartstikke leuk. Hoe lang gaat u nog streamen? Zeg geen u hoor, alsjeblieft. Dan voel ik me oud. Ik weet nog niet. Hoe lang zijn we bezig? Ik heb het heel warm al. Ik denk dat ik mijn ventilator even moet aandoen. Excuus, moment. Oh, 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 oh. Lekker ventilatortje. Oh, nee. Oh. Hij moet niet vallen. Zo. Zo, jongens en meisjes. Dat is er als je zeg maar, je ziet al een beetje zweten. Je, een klein beetje zweten al op mijn voorhoofd. Kom, ik heb een ledlamp op mijn gezicht staan. Bedankt, Sander Montuga, Montuga. Ik ga dat even uitzetten, dat bewegende dingen. Ik bedoel, het is een livestream, we moeten ook dingen proberen natuurlijk. En als we dingen niet proberen, dan weten we het natuurlijk ook nooit. In de maneschijn. God, och jongens, hou alsjeblieft op. Ga dat niet in de livestream zeggen, want dan, och. Dat, dat is niet goed. Jongen, jongen. In de maneschijn. Je moet even trillen, hè. In de maneschijn. Och, ik... jongen. Kijk, die mensen even genieten van die draaimolen. Even kijken, donaties. Ik ga even kijken hoe ik dat kan aanpassen. Wobble, no animation. Ik weet niet wat hij dan gaat doen. Oh, dan blijft hij gewoon... Oké, okay, save widget. Heb ik dat nu goed gedaan? Yes. En dan, als het goed is, als ik dit launch... En ik kopieer dit... en ik plak hem nu... Ik weet niet of hij hem gelijk pakt. En anders dan doen we het gewoon met de volgende livestream. Dan is dat weer aangepast. Zo. Hoppakee. Nou, fijn. Ik heb dingen aangepast. En als het werkt, dan werkt het. En als het niet werkt, dan werkt het niet. We gaan weer door. Sorry voor het ongemak. In de maneschijn. Bouw nou eens... Een schommelschip, Vincent. Inderdaad, een schommelschip. Dat past in de omgeving. Daar ben ik met je eens. Moeten we wel plek ervoor hebben. Want het reuzenrad staat er ook. Ja, het reuzenrad moet ik nog ook een beetje teamen. Maar het gaat even om het idee. Ik moet meer groen. Ik mis al bosjes eigenlijk. Bosjes. En dan doen we dit weg. En dan komen deze... Oh, dat zijn ook mooie struikjes, hè. Zo, daar eentje. Daar nog wat in het lage gras. Hier ook nog... Oh, dat komt natuurlijk door die... boot heen. Dat is een soort onkruid idee. Misschien kan je deze... Oh, dat is Chinees! Chinees thema. Ik doe echt een beetje Wild West door elkaar gemengd met piraten. Het is een beetje all around, geloof ik. Wat ik aan het maken ben qua teaming. Zo. In de ma. Lucky! Bedankt voor het abonneren. Lucky! Nou, dat begint er wel leuk uit te zien. Misschien wat meer kleur ook hoor, want ik heb weinig kleuren trouwens. Hoppakee. Zo. Da, 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 da. Mi. Zo. Kijk, dit begint er al wat leuker uit te zien, toch? Beetje variatie zo. Oh, die moet iets meer naar deze kant toe. En dan daar. En dan komt er nog even een paar van zulke struikjes. Zo, en dan hier op de hoek nog even eentje. Zo, kijk, dit begint er al wat leuker uit. Zie je niet? Ik vind van wel. Kunnen we hier gelijk even meenemen. Zo, even een beetje draaien. Gaan we daar nog wat doen. Ja, dit is zeg maar een soort van snel bouwen dit. Dit is er echt gewoon flat van flat neerzetten. Klaar, 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 klaar. En dan wordt het vanzelf wel wat mooier natuurlijk. Dat hoop ik dan, hè, natuurlijk. Uiteraard. Gaan we daar nog leuke hekjes neerzetten. Dat vind ik ook wel heel vet. Vaat, dat vind ik vaat, jongens, vaat. Gaan we even naar rocks. Props, we moeten ook props neerzetten. Een leuk ankertje. Zo. Die komt hier een beetje schuin tegen te staan. Zo. En wat hebben we nog meer voor props?
Vlaggetjes. Oh, dat maakt het ook wel leuk, hè? Ik gooi gewoon alles erbij eigenlijk. Gewoon allerlei objecten en dan ziet het vanzelf wel leuk eruit. Zo, dat is een beetje de kunst, hè? Je moet nooit een beetje te veel nadenken. Je moet gewoon plaatsen en klaar. Oké. Ik ben geabonneerd. Dankjewel, Emily. Amelie, ik denk Emily. Dat klinkt wat logischer. Ik wil eigenlijk een piraatje verzoeken. Een animatronic. Lookout, die staat dan hier een beetje te gluren. Net precies op die rotsen daar. Staat gewoon even lekker te kijken. Ik bedoel, die moet natuurlijk wel een beetje overzicht. En hier staat er ook toevallig eentje een beetje te koekeloeren. Want die heeft net TNT gevonden in dat ding daar. Dus die is even op de loer aan het kijken van hoe en wat. Maar er zit er ook een piraatje ergens op de bovenkant hier. En die zit eigenlijk gewoon te wachten totdat dit iemand kan doodschieten. Klinkt niet heel leuk natuurlijk, ik weet het. Hij heeft ook voor de rest niet echt veel andere hobby's. Maar sowieso zo'n animatronic neerzetten is wel heel erg leuk. Zullen we dit hekje gewoon gebruiken voor de zijkant? Het gaat eventjes duren. Maar ik vind het wel een heel erg leuk hekje. Of zal ik gewoon... Nee, ik pak gewoon de fence. Die is wat sneller. Fence. En dan pakken we gewoon... deze denk ik. Want die gebruik ik ook verderop. Dat is veel beter, joh. Zo. Ik hoop altijd dat het uitkomt. Dat is altijd het nadeel. Je plaatst dan zo'n hekje. Maar dan hoop je altijd dat het een beetje redelijk op het einde... Ik denk dat dit wel goed uitkomt. We hebben wel echt geluk, hoor. Kijk. Ja, dit is echt heel erg geluk. Kijk, dan kunnen we dat hier door laten gaan. Kijk, maar als je nou dit gaat doen... Kijk, dat lukt dan weer niet, zie je het? Dan moeten we door dingen heen laten gaan. Dus dan ga ik dit gewoon opvullen, dat je daar sowieso niet kan komen. Nou, dan gaan we dat hier ook doen. En gewoon een beetje draaien. Dat moet je eigenlijk stuk voor stuk doen. Ik hoop dat er nog een tool komt in Planet Coaster. Het is niet een verplichting, maar... Het zou wel fijn zijn dat je zeg maar hekjes makkelijker kan plaatsen. Je kan natuurlijk sowieso die automatische hekjes langs het pad neerzetten. Zoals ik hier heb gedaan, zie je het? Je kan ook zeggen van, joh, je pakt nu het pad en je doet even dezelfde kleur. En als je dan dit aanvinkt, zo, dan kan je dat hekje zo doortrekken tot met daar. Zie je het? Dat kan natuurlijk ook, dat het mooi aansluit met elkaar. Zo, dan hebben we dat opgelost. Ja, aan deze kant moet ik dat ook natuurlijk doen. Laat ik dat maar gelijk doen. Bij ons is er een kermis. Kijk, ik ben nog heel lang niet op... Ik moet je eerlijk zeggen... Ik denk dat ik eigenlijk alleen nog maar naar de kermis ga in Leiden. Nou, dat was vorig jaar dan. Dat was best wel aardig. Maar ik denk dat de Tilburgse kermis eigenlijk bijna de enige kermis gaat worden die ik nog ga bezoeken. En voor de rest alleen maar pretparken. Omdat, kermissen weet je wel... Ik ben wel van de kermissen. Ik vind het leuk. Alleen, ik vind pretparken toch wat meer je geld waard. Ik merk gewoon, na een dag kermis ben ik gewoon best wel wat geld kwijt. En dat is gewoon zonde. Je kan beter gewoon lekker investeren in een leuk parkie, in een prepparkie. En dat, ik denk dat jullie dat wel met me eens zijn. Maar af en toe gewoon zo op zo'n kermis lopen. Je hoeft natuurlijk niet in attracties, maar mijn handen jeuken als er een spookhuis staat. Of een achtbaantje. En daar betaal je dan makkelijk weer 5 euro voor. Dan heb ik zoiets van, dat is een beetje, ja, ik weet niet. Dus waarschijnlijk Tilburgse kermis. Meestal geef ik dan 5, hoeveel euro? 50 euro geef ik uit. Meestal nog wat meer zelfs. En dan voor een hele dag kermis is dat wel gewoon genoeg voor één keer in de week, weet je wel. Één keer op een dag, één keer in het jaar dat ik daar naartoe ga. Nou, doen we hier ook nog even wat hekjes natuurlijk. Mensen moeten niet zomaar daar bij het decor komen. Het zijn leuke hekjes, toch? Niet heel lelijk, vind ik. Kijk, dat is het voordeel als je een recht pad hebt. Kijk, nu ga je wat schuiner doen, dus moet je hem ook wat schuiner maken natuurlijk. Oké. Nou, dit begint er al gezellig uit te zien. Ik denk dat dit wel een leuk, gezellig pretparkje wordt. Vincent, mogen we nog een onderrijd maken? Ik ben namelijk zo nieuwsgierig. Uiteraard gaan we dat doen. Doe ik wel... Ja, dat kunnen we nu wel even doen. Ja, hij is nu net vertrokken. Ik wacht even een ronde, ja? Ja, ik doe hem wel open voor bezoekers. Dan kunnen mensen er ook in. Dan kunnen we nu even de ingang maken van het reuzenrad. Zo, en als hij dan terug is van de ronde, dan komt dat helemaal goed. De laatste ronde! Place entrance. Connect path. Path. Connect the path. Oh. Kijk, dit komt niet mooi uit. Maar wat ik dan doe als oplossing. Ik weet niet of dat gaat lukken. Maar als ik nou deze 4 breed maak. Kijk hoor, dan wordt dat zoiets. Zo. Sluit dat mooier aan? Nee, dat sluit dus nog lelijker aan. Nou, dan maar zoiets. En dan gewoon over het water heen. Kan dat? Waarom kan ik hem nu niet... Moet ik hem serieus zo doen? Oh my god, waarom kan hij niet gewoon aansluiten? Dat vind ik ook verschrikkelijk. Oh, wacht eens even. Ja, ik zie al een beetje wat hier aan de hand is. Nou, dan maar zo. Simpele ingang. Ik weet het. Het wordt niet de mooiste, maar het gaat natuurlijk meer om de windcoaster. Daar had ik een beetje mijn prioriteit op gelegd, zeg maar.
Wat? Wat is er aan de hand? Oh, je moet natuurlijk dit pad gebruiken, juist. Oh, dan wordt het weer een andere kleur. Nee. Even kleiner maken. Oh, nee, het moet wel dezelfde kleur zijn. Ik zit zo te kijken, van wat klopt hier niet aan? De kleur, dat klopt. Oké, en dan doen we dit even mooi. Kijk, ik weet niet of het gaat lukken. We gaan proberen. En... Een soort van. Het is niet helemaal wat ik zocht, maar... Wacht, als we dit eens even kleiner doen. Ja, dit is een klein trucje, heb ik ooit geleerd. Wacht even. Zo, en dan... Als het goed is... Ik weet niet of het lukt, anders moet ik Ctrl-Z doen. Ja, zoiets, denk ik. Even kijken hoor. Ja, dit is al wat leuker. Kijk, dan wordt het echt een pleintje. Leuk, hè? Gezellig. Kunnen we dat hier ook doen? Ik denk dat het heel leuk, lelijk eruit gaat zien. Ja, zie je het? Nou, ik vind het beter dan eerst. Oké, dan gaan we dit hekje ook even weghalen. De Big Wheel, ik zal hem gelijk openen ook. Dat mensen gewoon gelijk erin kunnen. Zijn er mensen die toevallig... al weten wat voor attractie wat kunnen bouwen. Want ik dacht zelf aan een boomstamrivier. Maar als jullie zoiets hebben van Vincent, dat is niks. Want dan laat ik hem helemaal hier doorgaan, hè. De langste achterkant, dat is vet. Ik heb al een heel leuk idee. Zeg alsjeblieft ja, jongens. Zeg ja. Zeg ja tegen de boomstamrivier. Alsjeblieft. Dat we die nog even gaan bouwen vandaag. Schommelschip? Nee, ik heb het over een boomstamattractie. Ik heb het niet over een schommelschip. Een dark ride, logflume. Jongens, daar hebben we geen tijd voor een dark ride. Ik ga gewoon een logflume maken, ja. Ik heb hele goede ideeën ervoor, dus dat komt helemaal goed. Nou mensen, gefeliciteerd voor de mensen die hebben gekozen voor een logflume. Nou ja, ik dacht zelf zo ook sowieso aan een waterattractie. Waarom weet ik niet, maar dat, is gewoon, dat zijn gewoon heerlijke attracties. Het wordt wel donker hier. Ik moet die berg een klein beetje kleiner maken, maar dit is wel gelijk een beetje het idee dan van de attractie. Hier ga je dan omhoog in dit stukje, dus dat, even kijken, een beetje ruimte maken. Daarna doen we gewoon alles weer opvullen met berg. Boomstammetjes! Oh, onride! Ik was het vergeten, onride. Zijn er al mensen in de attractie? Nee, we wachten even af totdat die komt en dan gaan we onride doen. Goed dat jullie even helpen herinneren. Sorry, ik was weer helemaal afgeleid door het feit van... Ja, rustig, daar kom... we wachten even netjes tot met de mensen hier. Kijk eens wat een drukte. Oh mijn hemel, dit is echt... kijk eens, gezelligheid. Gezelligheid in de wachtrij van de Windcoaster. En daar staan mensen al netjes op te wachten. Er rijdt ook maar één karretje. Ik had eigenlijk blokremmen moeten neerzetten. En dan twee... The Lost Forbidden Lake is really good value. Dus eigenlijk waar voor je geld. Voor mij, ik weet niet eens wat vraag ik hiervoor. 10 euro? Wow. Ik vraag nog geld ook. Er mag sowieso minder. Oké, er komt de attractie aan. Let niet op de haai, want de haai ga je eigenlijk dwars doorheen. Ik maak gewoon 5 euro van, want de mensen moeten gewoon lekker in die attractie kunnen. Oké. Nou, dames en heren, we gaan hier instappen. We gaan nu een keer aan de rechterkant zitten, want we zitten altijd aan de linkerkant. Oh, dit is natuurlijk verkeerd gedaan. Seat nummer 4. Zo. Doe even vooruit spoelen. Zo. Ja, komt u maar zitten. Daar gaan we. Heel veel plezier in deze Windcoaster. The Lost Forbidden Lake, voor mij. Oh, dit moet ik nog fixen. Hoppakee. Die bosjes moet ik ook weghalen. Zie je, als je gewoon van bepaalde plekjes even je onride ziet, dan zie je toch wel wat andere dingen weer. Dat is echt, ja, dat is toch wel heel maf om te zien. Verrassing. Ik ga dit natuurlijk wel even uploaden in de Steam Workshop. Als het klaar is natuurlijk. Dus jullie kunnen het allemaal spelen als je Planet Coaster hebt. Dat beloof ik jullie. Ik weet niet of er een deel 3 komt van de livestream, misschien wel. Want ik wil zeg maar een soort van, verder nog werken aan de attractie. Hoppakee, dit is vet. Dit is het beste stukje van de attractie. Hoppakee. Gaaf. Langs het reuzenrad. Ook heel tof om daar langs te gaan. Dan gaan we hier in de looping. Heerlijk is dit om te zien. Hoppakee. En die schreeuwende mensen. Wow. Echt tof. Langs de waterval. Vroom. Door de mond. Hoppakee. We gaan dwars door de ondersteuning heen. Boeiend, YOLO. Oké, nou dat was de onderrijd. Zoals beloofd. En ik heb nog steeds het station niet helemaal gedecoreerd. Ik moet nog steeds hier raampjes doen. Maar dat komt wel. Ik ben weer van uitstellen. Jullie kennen me goed. Ik mis in de achtbaan de miljoenen tonnetjes. Ik mis die ook. Maar ik heb expres mijn best gedaan om ze niet te plaatsen. Of in ieder geval wel te plaatsen, maar niet te veel.
We gaan hier. De Lochflums, jongens en meisjes. De Lochflums. Het is wet. Ja. Hij moet eigenlijk deze kant op. Maar hij kan, hij moet nog verder naar achter, denk ik. Ik weet wel iets anders. Wacht even. Als we nou het station, een soort van chain speed. Wow, 23 km per uur. Dat is niet normaal. Kijk, die moeten we aan deze kant plaatsen. Maar hij moet eigenlijk aan één kant komen. Zoals dit, juist. Dit moet ik hebben. En dan moeten we deze op deze manier zo klikken. Ja. En dan wil ik hem eigenlijk nog wat verplaatsen. Maar ik denk dat dit wel goed moet komen. Nou, dan doen we dit een klein beetje kleiner. Oh, dit kan niet anders. En dan gaat hij hier al een beetje... Hij moet al een beetje schuin gaan hier zo, hè. Zo. En hij gaat nu onder de grond, dat weten jullie. Ik weet het, dat gaan we dadelijk fixen. En naar boven, dat kan dus helemaal niet, omdat ik dus in de grond zit. Dus, ik moet het even gaan uithollen. Jongens, als je met hoogtes gaat werken, het is verschrikkelijk. Zo. En dan doen we even edit track. Dankjewel, maak me gek met een track. En dan omhoog. Waarom kan ik niet omhoog? Oh, wacht. Oh, what fun it is to ride. Ik was het even vergeten dat de Lochflum... Ik heb dat zo lang niet meer gebouwd. Ik meen het echt serieus. Dat is niet overdreven. En... Hoi Vincent, ik kijk altijd naar je Planet Coaster No Limits video's van Jeroen Koopman. Super bedankt voor jouw donatie van 3 euro's. En ik vergeet het nu gelijk. Maar ik zal even kijken wat, wat Ding heeft gezegd. Want hiervoor was er nog iemand die doneerde. En die had een heel stukje, een hele lap met tekst. Maar ik heb dat helemaal niet gezien wat het precies was. Dus ik ga even kijken wat dat was. Alles voor de crashy. Mijn spekkoek krijg je volgende keer. Joost was dat. Oh ja. Joey. Jo Vincent, bedankt voor het... voor alle leuke streams en video's. Ik ga van de week zelf ook eindelijk Planet Coaster kopen. En ik ga dinsdag zelf naar de Efteling, dus ik zal Pardoes de groetjes doen. Hier is mijn bijdrage voor de kaart. Have fun. Nou, dankjewel. Super lief van je. Echt heel tof. Oké, waar is de... Oh ja, hier gaat hij dus omhoog. Dit is een gaaf, vind je niet? Ik vind het heerlijk. Dan moet je eigenlijk achterlangs of misschien wel hier langs, langs het water. Dat is ook tof. Wat zeggen jullie maar, jongens? Zeggen jullie maar. Moet hij achter de waterval of voor de waterval langs? Oké, ik ga het afwachten wat jullie in de chat gaan zetten. Ik hoop dat jullie al hebben geantwoord. Allebei. Ik zie iemand voor, achter, achter, voor de grot, achter, voor, voor. Oh, dit is jammer. Het is echt 50-50. Verdomd maar. Waarom? Er doorheen. Er doorheen. Ja, dat is wel gaaf, hè? Dus dan krijg je zoiets als... Even kijken, hoor. Dit is even lastig, want kijk... Je maakt hele grote bochten. Je kan ze alleen nog wel langer maken, maar je kan ze niet korter maken. Dus ik moet even een keuze maken. Dat ik hem iets eerder de bocht laat komen. Dus... de bocht komt bijvoorbeeld dat hij al hier komt. Dan gaat hij iets minder hoog. Maar dit is echt het scherpste wat ik kan maken dan. Zo. En dan zou hij dus eigenlijk op deze manier... Het gaat hem toch nooit worden, joh. Ik denk dat ik hem sowieso achterlangs moet maken. Want kijk, ik kan wel dit doen. Kijk wat er dan gebeurt. Dan krijg je zoiets. En dan ben ik bang dat die windcoaster eigenlijk dat gaat raken. Dus het wordt een beetje krap. Dus ik denk dat ik hem sowieso dit niet kan doen. Dus ik moet hem eerst achterlangs en daarna terug voorlangs. Dat doe ik wel. Juist. Dus nu gaan we eventjes... Nu kunnen we hem toch wat hoger maken. Kijk, dan gaan we hier gewoon lekker een beetje teamen. Althans, teamen, je snapt wat ik bedoel. Hier gaat hij een kleine splash maken. Zo. En 3 euro van Just Different. Wacht, ben ik nou geld kwijt? Potverdomme, wel mooie punaises kopen. Zeker weten. Ja, we kopen die punaises hoor. Ik heb zoveel punaises hier, dat is niet normaal. Oké, gaan we daar doorheen? Ik haal dadelijk al die bomen weg hoor.
We kunnen hem ook eronderdoor laten gaan. Dat is misschien nog wel wat beter, want in dit geval gaat hij ook onderdoor. Of misschien wel in het water daar, dat hij hier een splash maakt. Wat zeggen jullie? Volgende idee. Moet hij hier het water in? Of moet hij hier weer langs gaan? Oké, jullie krijgen nog een soort van idee. Jullie mogen het zeggen. Als jullie dat gaan bedenken, dan ga ik dit in ieder geval even fixen. Dus in het water of langs die ene zooi. In het water, zeggen mensen. Ik denk dat de meeste mensen zeggen in het water. Logisch ook, want dat is natuurlijk echt fantastisch om zoiets te zien. Ziet er een beetje lelijk uit, ik weet het. Ik ga dat allemaal even een beetje kleiner maken. Zo. Hoppakee. Kijk, dat is mooi van zo'n waterbaan. Je kan die rotsen echt vlak langs doen. In de water! Ik gooi in die boomstammenrivier in die water. Zo. Oké, hoe vinden jullie dit eruit zien? Ik vind dit wel echt keijaf. Keijaf, jongen. Dit even opvullen. En dan doen we dit wat kleiner. Ga je langs die bergen zo. En dan dit een klein beetje minder overdreven maken. We kunnen ook trouwens dit doen. Dat vind ik ook leuk. Zo. Hier hou ik van. Ik weet niet waarom, maar het zijn leuke dingen. En 1 euro. Hey Vincent, ik heb de Planet Coaster gekocht. Wel langzame downloadtijd voor de Summer Sale. Oh, maar bedankt voor je donatie. Super lief van je. Dankjewel. 1 euro. We zitten op 64% van de Dazzle Card, jongens en meisjes. Hartstikke tof. Oké. Ik denk dat dit wel heel gaaf is. Misschien kan ik hier wel een soort van water gooien nog eronder. Nou, dat hoeft niet. Ik kan hier wel wat splashes toevoegen trouwens. En we kunnen hier ook even... Hier kunnen we wel wat water maken. Kijk. Dat we gewoon een soort van dit omhoog gooien. Bedankt voor het abonneren, Jelle van der Heijden. Kijk, als we dit nou zo hoog mogelijk gooien. Zo. Zoiets als dat. En dan hier gooien we dan even water. Ik hoop dat je het goed kan zien. En dan doen we kalm water, denk ik. Juist. Zo hoog mogelijk. Ik weet niet, wat is het hoogst? Ik denk dit, ja. Kijk, dat vind ik tof. Dan kunnen we hier nog eens een leuke splash doen of een fonteintje. En dan dacht ik een beetje aan scenery. Als en dan voor special. De vele aan upload RTC op YouTube. Ik kijk ze serieus nog steeds met plezier. Dankjewel Robin Ho. Als dank voor de vele uren aan upload. RTC? RTC? Is dat Rollercoaster Koen, denk ik? Ik denk het, maar heel erg bedankt voor jouw donatie. Echt heel erg lief van je. 70%, jeetje, het gaat hard nu. We zitten in 2 streams bijna gewoon op de goal, joh. Oké, doen we hier in het midden doen we een grote, kijk. Wow, pets. Even wachten, bam. Dat is tof natuurlijk. Heel leuk om dit te zien. En dan gaan we de baan verder maken. Ik denk dat jullie wel hebben gewonnen met het idee van gewoon lekker naar beneden. Maar er moet dan een klein beetje een bochtje maken, zo. Hij moet precies in het midden komen. Je ziet precies wat ik bedoel. Zo, engel snap aan. En dan moet hij eigenlijk nog een beetje omhoog misschien, of niet? Of is dit gewoon... Hij moet ietsje hoger, hè? Denk ik. Dus, zo. Die ondersteuning vind ik wel heel tof. Vind je niet? Ik vind dat we wel wat hebben. Zo. En dan gaan we hier gewoon lekker naar beneden. Dit ziet er zo... Vind ik altijd zo lelijk dat je nu... Even kijken, hoor. Ja, je kan hem ook niet naar beneden laten gaan. Oh, wel. Huh? Kan dit wel weer? Ik wist niet dat dit kon. Wacht even. Ja, het is even lelijk dat dit stuk ook er is. Dus ik ga dat maar gewoon zo doen. Dus een stukje zo. En dan gewoon naar beneden. Hoppakee. Dit is gewoon goed, jongens. Dit is gewoon goed. Een kleine splash. En dan tot hoe ver moet hij komen? Oh, dan gaat hij onder water. Dat is niet de bedoeling. Is dit nou over het water of in het water? Dit is wel gaaf, hè? Kijk, nu zit hij wel... Even kijken, als ik hem nou eentje naar beneden laat gaan, wat gebeurt er dan? Hoe zit dat dan precies? Oh, dan gaat hij echt helemaal onder water. Nee, ik moet hem echt... Dan moet ik hem gewoon zo doen.
Met zo'n bak met water. Hoe vind je dat eruit? Ik vind dat wel tof hoor. Het heeft wel iets. Oké. En misschien moeten we deze wel even weghalen, die mannetjes. Hoe vet zou het zijn dat het boomstammetje onder die brug ging? Ja, ik weet niet, het wordt al heel smal allemaal. Oh, dan gaat hij hier gewoon helemaal slaan om het, maar dan wordt de trek denk ik te lang. Denk ik hoor. Kijk, hij gaat door. Oh, hij raakt die bootjes. Oh, hij gaat er langs. Dat zou natuurlijk nog vetter zijn, maar dan weet ik niet of hij deze bocht gaat halen. Jawel. Oh, ja, ik wil hem een beetje verplaatsen, maar ik weet niet. Is dit één object? Volgens mij... Nee, het zijn allemaal losse objecten. Dus dan moet ik eigenlijk even deze mannetjes... Met allemaal moet ik ze eigenlijk een beetje vervoeren naar hier toe. Zo. Ik moet sowieso de boot iets hoger zetten. Zo, dan pak ik gewoon even alles op, maak het uit. Bedankt, 160 van Sharon. Ik was er gisteren ook. Groetjes van Sharon, inderdaad. Met de lange A. Sharon. Sharon denk ik dan. Sorry, Sharon is het dan. Ja, je was er gisteren ook. Was superleuk dat je er was. En nu gewoon weer. Bedankt, ook gisteren ook gedoneerd. En nu weer, dankjewel, echt lief. 1,50. Super coole gozer. Heel, ik ben heel cool, toch? Kappa kappa. Kappa kappa. Wat is een kappa kappa? Ik weet niet wat een kappa kappa is. Maar het klinkt wel leuk. Kappa kappa. Oké. Jammer dat je die dingen eronder uitziet, maar ze zijn een beetje verstopt in het water. Dus je moet dat gewoon een beetje niet zien dan. Zo. Dit is de bestuurder. Hij heeft hem bijna onder zijn oksel, dat pedaaltje. En deze doen we dan een beetje... Even kijken hoor, hier zo. We kunnen hem ook hier plaatsen trouwens. Dat kunnen we... Oh, dat doen we dadelijk wel. Zo. Zoiets. Pats! Mensen zeggen dat ik hem onder de brug moet laten gaan. Ik denk dat ik dan geen keuze heb en gewoon een soort van onder de brug moet laten gaan. Alekande papaloe, anekande papaloe. Oh, dit kan makkelijk. Oh, is, ja, je moet toch blijven zitten tijdens de rit. Dus het is sowieso niet echt de bedoeling dat mensen dadelijk... ja, je snapt wat ik bedoel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou moet hij eigenlijk het beste dat hij hier een soort van omhoog gaat. Zo. Heel stel. En dat we een beetje gaan aansluiten met het einde. Want... Ongeveer 1 meter. Even kijken hoe dit een beetje... Gaat het lukken? Het zou best wel kunnen, joh. Ja! Woehoe! Hoe is dit? Ik vind het wel wat hebben. Ik denk dat als we dat leuk aankleden... Was dit een goed idee om zo'n attractie te maken, of niet? Was dit een goed idee, of niet? Ik vraag het nog één keer! Was dit een goed idee? Ik hoor je niet! Ja, ik zal jullie oren besparen. Gaan we een onrijd doen? Of wachten we nog even? Oh, jongens, gaan we een onrijd doen of een klein beetje teamen? Ik denk een klein beetje teamen. Sowieso een klein beetje teamen. Dat is gewoon de bedoeling. Leuk zo'n logvloem. Het is wel een heel simpel layoutje. Maar wel leuk. Hij gaat wel door het gebied heen. Dat is belangrijk. Door het schip. Nee, niet door het schip, gek. Je gaat onder het schip. Dat is wel spannend trouwens. Kijk, hij gaat precies... Mooie attractie. Doe een onrijd. Ach, we moeten een onrijd gaan doen. Nou, hartstikke saai jongens. Zonder teaming gaan we kijken naar de attractie. Doen we wel weer jullie zin hoor. Nee, dat maakt niet uit. Oké, daar gaan we dames en heren. Welkom piraatjes bij deze gevaarlijke logvlume attractie. Wij presenteren nu de naamloze attractie. En jullie mogen zeggen wat de naam is van deze attractie. Ja. Misschien hebben we weer zo'n toffe naam als Da Wingstel van die Wingcoaster. Mm. We gaan naar boven met de optakeling. En dan gaan wij losgelaten worden. Maar we gaan niet gelijk naar beneden. We gaan eerst door die prachtige, lelijke, niet gethematiseerde omgeving. Oh zeg, wat is dat mooi hè, hier in Nederland. Ja, lezer. Dat hebben wij niet in België, hè? We hebben een Bobby aan land. No, no, no. Oké, dan gaan we naar de eerste drop. Die zal niet zo heel hard gaan. Hoppakee. En precies op het goede moment maken we het bochtje wanneer de speed afneemt. Kijk, dan komt het volgende bootje. Hoppakee. Dit is vet om te zien. Nou, dan gaan we weer door die gezelligheid van die rotsen. Op zich ziet het er niet slecht uit met die rotsen. He, ik vind het heel mooi grafisch. Het is sowieso een heel indrukwekkend spel. Het staat zelfs op medium de graphics. Mountain Splash. Pirates in de maneschijn. Oh my god, nee. In de ma. God. Hou op jongens, dit gaat niet goed. Wildstyle Games. Noem de logflume Indiana River. In de maneschijn.
Hoppakee. Dat was awesome. Ik kan niet achter me kijken, of wel? Ja. Hoppakee. Zo! Een flinke plons, jongens. Een flinke plons. Ik vind het wel gaaf, hoor. Dit vind ik echt leuk. Pirate Island. Pirate Splash. Pirates of the Caribbean. Da Vinci Splash. Noem hem Symbolica. River Trilogy. Doe triggers bij de baan. Zing een lied. In de ma! Oh, een ander lied. Oh. Noem hem de Duitse piraat. Ja, hola, dames en heren. Welkom bij een nieuwe attractie. Acta attractione. Dat is weer een ander taal. Kijk, dat is vet, man. Ja, dat is gaaf. In de maan. We noemen hem in de maneschijn. Nee. Pirate Splash. Is dit een vervanging voor Forest Lake? Wat is dit? Dit is een streampark. Ja, dus hou rekening mee. Dit is weer een ander park dan Forest Lake. Dus wees niet bang. Is gewoon een extraatje. Pardon? In de ma. Kijk, dat kunnen we gewoon even een beetje. Nu gaan we het een beetje met terrein spelen. En daarna gaan we het heel vet aankleden. Zo. Kijk, dat moet een beetje een boog worden. Sowieso een klein beetje dat je hier in een grot gaat. Die grot moet sowieso een beetje meer dicht. Zo. En met die roughen tool, dat is die ruige tool, om het zo te noemen. Daar moeten we ook even heel veel leuke dingen mee doen. Kijk, die zit hier namelijk. Kijk, daar kunnen we hele leuke vormpjes mee maken. Beetje realistische vormen, vind ik. Zie je het? Die maakt allemaal van die beetje gaten, een beetje bubbels erin. Bulten. Het zijn kleine bulten die hij maakt, zie je het? Maakt het net wat beter. Wat realistischer vind ik persoonlijk ook. Oké. Een naam. Ja, ik denk iets van... Pirate is wel een beetje cliché als we het Pirate gaan noemen. Pirate River. Indiana River is wel iets met river sowieso. Pirate River. Ja, dat is gewoon best wel een cliché naam misschien. Maar ik vind een leuke combinatie van alles wat we hebben gezien. In de video. In de stream. Oké. Het ziet er wel groot uit trouwens. Het is best wel een leuk parkje zo. Het is echt een klein parkje wordt het. We gaan wat teamen. Ik ga deze boom trouwens daar neer. Of even hier neerzetten zo. En dan ga ik sowieso ook even met de bosjes werken. Laten we eerst even over heel parcours bosjes toevoegen. Gewoon even struikjes bedoel ik. Zo. En dan doen we er natuurlijk eventjes kijken. In de ma. Hier zo. Even wat groen. Gewoon even wat struikjes wat ik beter vind om te plaatsen. Dan hebben we dat gehad. Dan hoef ik niet met die struikjes te pakken. Misschien wel één voor één. Maar even kijken. Hebben we nog meer plekken voor groen in de attractie? Misschien hier aan de zijkant nog wat. Kijk, hier mag het ook wel. Hoe voller, hoe beter, hè? Zo. Gewoon een beetje groen. Ik wil dit nog een beetje anders maken. Want dit mag nog een beetje een heuvel worden. Want dat heb ik al helemaal uitgehold. Maar dit moet een heuvel worden. Sowieso. Dus even kijken. Als we dit nou een beetje uitkijken. Dat we niet de attractie raken. Zoals we het nu al doen. Want als je nou dit doet. Flatten to surface. Dan zou die in principe dat een soort van moeten doen. Zoals je ziet lukt het niet. Nou, dan maak ik het gewoon even zo. Hoppakee. Kijk, nu lijkt het wel een beetje op een berg. Zie je het? Klein beetje. Het is nog niet helemaal wat ik zoek, maar wacht even. Als we nou... Oh, nee. Oh, dat schuine doet hij niet. Oh, wacht, dan moet ik deze pakken. En dan ongeveer op gevoel. Kijk. Beetje hoger misschien. Jongens, hoe gaat het met jullie? Gaat het een beetje goed nog? Hebben we het naar ons zin? Dat is belangrijk. 300 kijkers. Leuk dat jullie er zijn allemaal. 300 mensen momenteel. Ik kan dat niet... Soms kan ik dat niet voorstellen. Dat er nu gewoon 300 mensen op hun mobiel of een... Ja, weet ik veel wat. Op een tablet of op een computer. Dat ze naar mij kijken op dit moment. Dat is echt... Ja, dat is echt heel maf eigenlijk. Ik ben altijd gewend om een video te plaatsen. Dat het dan een soort van... Ja, niet live is. Omdat de video al is gemaakt. Maar dat is gewoon altijd heel maf. Nou, hier komt wat decor. Zo. Hier komt een grotje met wat. Ik ga niet te veel decor doen, want anders is het weer te veel teaming. En dan horen mensen daar klagen van... Yeah. Ik kan ook wat dingen pakken die ik eerder heb gebouwd. Zoals, wat heb ik eerder gebouwd? Ja, huisjes, maar we kunnen ook dit gewoon weer pakken. Ja, ik pak gewoon even dit huisje. Sorry. En dan gaan we gewoon op die stijl gaan wat verder teamen.
Kijk, die mag een beetje zijwaarts zo. Dat is gaaf. Die hou ik van. Juist. Oh, heerlijk. En dan gaan we hierop gaan we eerst even het terrein ook een beetje kleuren. Ik mag heus wel dingen kopiëren. Vind je niet? Dit heb ik zelf gebouwd, dus dan mag het. Zo. Beetje deze kleur. Beetje zandachtig. Ik moet altijd een beetje spelen met die dingen. Dat vind ik altijd mooi. Deze zijn een klein beetje groter. Zo. En dit wordt dan een beetje meer rotsachtige wand. Zo. Dat doen we hier ook, want je klimt echt een rots op. Rotspartijen. Dus dan doen we dat ook een beetje rotsachtig. Beetje groen. Zo. Beetje mengen. Oké. Dan kunnen we hier nog een beetje mee. Ja, dit kost altijd wel heel veel tijd. Vind je niet? Ik vind... Ja, dit... Nee, maar... Dit... Klote maneschijn. Ik kan er niks aan doen, oké? Het is gewoon leuk. Moeten we hier in die grot moeten we trouwens nog wat effecten? Want ik mis trouwens heel veel effecten ook sowieso in mijn hele park. Mist of zo. Ik weet niet hoe dat eruit ziet als we dat gewoon een beetje plaatsen zo eronder. Gewoon, ik vind dat wel wat hebben. Zo, kijk. Gewoon wat mistachtig. En sowieso moet dit ook, als het kan. Ik weet niet hoe breed dit of dat gaat lukken. Maar dat zou heel vet zijn. Dat is even dat we een mijn buildings kijken. Ja. En dan gaan we naar muurtjes. En dan doen we eigenlijk bovenaan een soort van kasteelachtig setting. Dus ik weet niet, hier kan ik denk ik niet doorheen. Of wel? Ja, oh wel. Niet. Oké, doen we dat gewoon. Zo. Kijk, ik vind het altijd leuk, zoiets. Ik weet niet waarom. Ik vind dat gewoon hartstikke leuk. We doen even een klein beetje naar boven. Kan dat? Nee, dan moet ik even... grid size, die kan ik niet aanpassen. Dat is jammer. Hey, Cycling Passion. Leuk dat je weer vaak streamt. Ga zo door, man. Dank je wel, grote vriend. Hartstikke leuk om dit te horen. Gaat hij trouwens... Oh, hier gaat hij makkelijk onderdoor. Maar ik had hem eigenlijk even willen verplaatsen naar... hier ongeveer. Maar het nadeel is dat je dan eigenlijk... Even kijken hoor. Dat huisje... Kijk, dat zie je dan heel snel. Maar je ziet dan vanaf hier zie je ook al dat huisje. Dus dat komt wel goed. Oké, dus dit is gewoon een leuk... Oh, wacht, nee, deze doen we later. Kijk, die doen we gewoon hier zo. Goed, dat is leuker, hè? Dat is veel beter, joh, mensen. Geloof me, ik ga hier wat moois van maken. Geloof me. Castle, vullen we in. Het wordt een kasteelachtig. Castle. Waarom krijg ik nou niet deze kleuren die je hier ziet? Oh, wacht, waarschijnlijk verschijnen die zodra ik het heb geselecteerd. Dus ik pak bijvoorbeeld deze. Nee! Hè? Is het dan een ander kasteel? Oh, het heeft dan waarschijnlijk een andere naam. Ik weet ook niet welke naam. Oh, deze gewoon. Ja, oké. Wacht even hoor. Ik pak denk ik eventjes... Heb je ook met dat driehoekie? Waarom zie ik die nou niet? Potverdorie. Autostack moet aan. Zo. Ik hou ook helemaal de tijd in de gaten. En 3 euro van Steven Luigenbroer. Ga zo door, Vincent. Dankjewel. Heel erg lief. Bedankt voor jouw donatie. Ik waardeer het heel erg. Dankjewel. Ja. Jeetje, we zijn op 75%. Wat een mooi aantal. Heerlijk om dit te zien. Kijk hoor. Zo. En dan doen we deze. Die doen we dan eigenlijk gewoon doortrekken naar daar. Want mensen zien dat toch niet van de binnenkant. Zo, en dan zou ik deze het liefst even aan deze kant willen doen. Gaat het lukken? Even autostack weer uit, want dat loopt een beetje te knoeien. Kijk, nu kan die wel. Als je autostack... Autostack is soms wel handig, soms ook niet. Dus hou daar rekening mee. Een bovenkant. Hebben we zo'n bovenkantje die ik erop kan doen? Zoiets als dit. Een sandstone curved wall. Maar dan wil ik gewoon een normale. Deze bijvoorbeeld juist. Okay, die kunnen we op de bovenkant plaatsen. Zo, ook natuurlijk aan deze kant. En dan moeten we de andere kant even dichtmaken. Gewoon een plafonnetje erop in principe. Zo. En dat plafonnetje wordt dan... Even kijken. Oh, dat is ook open, hè. Dat moet ik ook even dichtgooien natuurlijk. Zo. Gewoon even makkelijk. En dan een plafond is denk ik gewoon even een roof. Dus ik vul je even in een roof. Krijgen we dan iets? Nee. Dan zal die hier waarschijnlijk bij staan. En dan pakken we gewoon even een... Je hebt een castle roof. Anders pak ik deze gewoon. De sandstone roof. Dat is precies hetzelfde materiaal. Doe ik dat wel eventjes.
Zo. Het is gewoon even heel lelijk hoor, vanaf de bovenkant. Maar het gaat even voor de zijkant. En dan pakken we even de decoratie. Dat even weg. En dan pakken we natuurlijk even een schild. Align to surface doen we aan. In de midden. En wat komen er nog meer aan? Natuurlijk zo van die bakjes kan dat hier zo. Hartstikke leuk om dat zo even te zien. En dan doen we ook nog even raampjes. En wat voor raampjes? Dan pak ik eigenlijk van die Castle set. Dat is dan dit. Ja, dit zijn wel leuke raampjes op zich. Heb ik niet zo erg problemen mee. Zo. En misschien kunnen we hier ook een paar plaatsen gewoon in het wilde weg. Zo. En wat hebben we dan nog meer? Ik dacht dat ik mijn mobiel hoorde, maar dat was niet zo. Vincent, kun je de workshop Big Tower opzoeken en dan neerzetten en een dive coaster inbouwen? Nee, dat wil ik niet doen. Ik wil geen Steam Workshop dingetjes gebruiken, want het wordt een park die ik dan ook kan uploaden voor jullie in de Steam Workshop. En als jullie dan zien, of andere mensen die downloaden het en die zien dan van, ja, dat heb ik niet zelf gebouwd, dan vind ik dat niet helemaal oké. Okay. En ik weet dat ik met mijn Planet Coaster map, Fairy Tale Gardens, dat ik daar wel wat objecten heb gebruikt van andere mensen. Maar ik heb altijd eerlijk geweest in mijn afleveringen van welke ik heb gebouwd en welke niet. Weet je, dus ik weet niet of het dan heel eerlijk is en of je het dan mag doen. Maar ja, nee, die gaan we daar niet plaatsen. Deze is een vlag. Dat is natuurlijk wel awesome om dat hier bovenop te plaatsen. Ja, dat is gaaf joh. Echt zo'n kasteeltje wordt het nu, hè. Kijk, hier kunnen we dat ook aan de zijkant plaatsen. Align to surface even uit. Staat die uit? Yes. En dan doen we dat hier ook natuurlijk. In de bosjes zit een vlag verscholen. En doen we dat hier natuurlijk ook aan de zijkant. We gaan gewoon een soort gebouwtje in. En even kijken. Ik wil eigenlijk nog wat met wat meer vlaggetjes werken. Want die zien er best wel heel erg leuk uit. Maar dat, deze moeten we ook even gebruiken nog. Align to surface. Dat betekent align to surface dat hij eigenlijk... en plakt tegen de muur aan. Ik denk dat die muur wel goed is zo. Ik vind het wel voldoende. Oké, piraten dingetjes, objecten. Gaan we eens even kijken bij Scenery. En dan bij props. Alle props. Nou, dan pak ik ook sowieso van die andere rotsen. Maar nee, ik wil eigenlijk die andere rotsen gebruiken. Piraatjes ook, hè. Piraatjes komen er ook. Oh, is dit er geen cowboy? Oh nee, een bandit. Ja, ik wil eigenlijk een echte piraat. Maar bandits horen ook bij piraten. Maar wacht even, misschien moet ik piraten even aanvinken. Even wachten hoor. Even mijn televisie uitdoen. Of aandoen. Maar hij ging bijna uit. Kijk, dan moet je hem... Dan heeft hij zo'n beveiligingsmodus dat hij dan weer uitgaat. Heel irritant. Dat monster is heel cliché om die krakenmonster erin te zetten. Maar ik wil hem er wel in doen. Ja, gewoon puur omdat het gewoon ontzettend awesome is. En hij hoort er eigenlijk in. Vind je niet? Ik vind van wel. Sowieso, dit monster hoort er gewoon in. Ik weet niet waar precies. Misschien hier gewoon in het midden. Dat hij dit aanvalt. Ik denk dat dat wel heel gaaf is. Zowel voor de dive coaster als natuurlijk... Kijk, hij moet helemaal onder, hè? Kijk, hij zit nog niet onder. Kijk, nu wel. Zoiets. Dat is heel gaaf, vind je niet? We gaan gewoon even die tentakels gebruiken. En 4 euro, de enige echte Tom. Je bent super, ga zo door. Wat is je volgende park die je gaat bezoeken? En ik hou van cake. Aankomende vrijdag is dat natuurlijk dingen. Efteling. Aankomende vrijdag ben ik in de Efteling. Symbolica. En dan ben ik ook nog in Duitsland. Alleen ik ga niet zeggen waar. Nee. En misschien vind je me flauw. Maar dat is gewoon, ik ga niet zeggen welk awesome park we gaan bezoeken. Sommige mensen zullen het misschien wel raden. Maar ja, je gaat het vanzelf wel zien. Het wordt echt heel erg gaaf. Het worden wel parken die ik nog nooit heb bezocht. Dus dat is heel tof. Oh, dit is gaaf. Dit kan nu eindelijk, mensen. Dit kan eindelijk. Oh, dit is vet. Dit kan eindelijk. Ja, jullie denken van, Vincent, is het nou zo bijzonder? Ja, ik kan eindelijk er doorheen bouwen. Dat is zo awesome. Ik kan er rotspartijen doorheen bouwen. Dit is heerlijk om Het valt ook pas nu op. Hoe triest eigenlijk, maar... Je kan nu door dingen heen bouwen en dan kan je zulke leuke vormen maken met dit soort bakken. Dat is, ja, heerlijk is dit. Fantastisch, ik vind het prachtig. Wauw. Oké, ik was even, sorry. Symbolica, oh my god, oh my god. Ik ga dinsdag in Symbolica, oh my god. Gezellig.
Gezellig. Oké, dit tonnetje, dat steekt net even erbovenuit, maar die is een beetje aan het drijven. Wat een overdrijfwijf. Dat tonnetje is gewoon daar lekker aan het zwemmen. Maak het uit. Hij heeft ook gewoon de dag van zijn leven. Oké, nou dan is dit in ieder geval... We zouden nog verder gaan teamen. Ik was hiermee bezig en ik werd weer afgeleid door een monster en... Ja, oké. Aanpassen. Deze. Zo. En dan wil ik dit eventjes selecteren samen met dit. En deze ook. Duplicate. Die gaan we even een soort van vrijmaken. En die komt dan ongeveer hier te staan. Ja. Ik doe het even op een hele simpele manier. En dat doe ik expres. Want ik heb geen tijd om heel veel te gaan decoreren. Daarom is dat misschien handig om even zo even snel te doen. Want anders ben ik echt serieus nog over een uur bezig. En dat is niet de bedoeling. Misschien moet ik even deze muurtjes, raampjes even... die moet ik even selecteren. En dan moet ik ze even slepen naar onder. Waarom kan het nou niet? Autostack 1. Dan kan het wel, juist. Oké. Perfect. En dan wil ik deze selecteren. Duplicaten, zo. Deze gaat dan door naar achter. En dan om de twee is dan zo'n paaltje. Zo, dus eigenlijk helemaal niet bijzonder om daar naartoe te kijken. Dan gaan we even met het terrein een beetje spelen. Doen we dit een klein beetje zo. Op zich kan dit wel. En dan doen we dit een klein beetje... Een paar keer klikken dat het er een beetje overheen valt. Zo, die was iets te overdreven. Hele kleine klikjes geven we. Zo. Oké. En dan moeten we het natuurlijk ook even dicht maken. Dus ik zal even dit gewoon... Hoppakee, klaar. Niks meer aan doen. Nou, dan ga je hier langs. En dan hier misschien nog wat van tonnetjes, objecten. Dat kan hiernaast wel staan. Dus misschien wel deze voor de opvulling hiervoor zetten we deze. Dus gewoon heel, dit is dames en heren heel snel decoreren. En dat, ja, dat raad ik niet aan, want je moet het eigenlijk een beetje op je gemak doen. Maar het is gewoon even zoveel mogelijk bouwen wat je kan. Zo. Wat lichtjes. Oké. Wat hebben we nog meer? Zoiets is natuurlijk hartstikke leuk om dat neer te zetten. Zo. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? Hey, lo, di, la, di, da, da, di, lo, di, da, di, da, da, di. Oké. Zo. Hoe vinden jullie dit parkwoord, jongens? Is het niet beeldschoon? Is het niet leuk? Je moet een deur bij het gebouw doen. Dat klopt. Maar ik wil helemaal niet binnenkomen hier. Oh, wacht even. Ik heb wat verkeerd staan. Ik zie het nu ook. Zo. Hoppakee. Nou is die goed. Dit raampje even wegdoen. Dit plantenbakje weg. Zo, deze duplicaten. En dan maken we hier een deur erin voor de mensen die zeurden om een deur. Ja, er moet een deur in. Ik weet het. En natuurlijk ook een tonnetje aan de zijkant. Even kijken, deurtjes. Dat doet de deur dicht. We pakken even een deur voor iemand die dat zei. Deurtje. En dan filter, pirate doe ik uit, want dan krijg ik alle deuren te zien. Blijkbaar zijn de deuren niet verdeeld onder piraten. Align de servers aan en plaats de markt. Zo. We hebben in ieder geval een deurtje. Talk dirty to me. Het wordt nou steeds flauwer, ik weet het. Hier doen we dan ook een deurtje in. Dan kunnen jullie daar ook niet over beginnen. Pakken we even datzelfde. Oh, dit deurtje is leuker. Zo. Oké, perfect. Leuk. En dan natuurlijk ook. Hè, dat is niet. Dat vergeten we gewoon bijna. Animatronics. Sowieso. Animatronics. Leaning Pirate. Die komt hier tegenaan te staan. Dat is een hele stoere piraat. Die doet heel de dag niks anders dan tegen dingetjes aanleunen. En eigenlijk precies hetzelfde met deze knaap. Doet niks anders dan er tegenaan leunen. Maar we willen ook piraatjes. Die natuurlijk een beetje waak zijn. Maar dan hebben we het over zittende piraten. En de zittende piraten doen we eventjes plaatsen op een tonnetje. Op een barrel. Deze bijvoorbeeld. Kijk, die zit dan een beetje zo te chillen. En misschien zit er ook wel eentje hier bovenop. Die vindt dat hartstikke leuk. Want die houdt er gewoon van om mensen een beetje in de gaten te houden. Haaitje. Doen we het haaitje erin? Gewoon hier zo. Steekt hij eruit zo. Ah! Arr, nam nam nam. Jongen. Ik bewaar even iets voor het einde. Ik zal dadelijk laten zien wat het precies is.
Maar dat is echt een soort van andere village die we gaan plaatsen ook. Is ook heel leuk. Een wachter, die moeten we ook hier laten marcheren. Zo. Langs de zijkant van de baan. Een beetje omhoog. Zo. Oh, wacht even goed met de muis. Zo. Ja. En doen we dan hier ook. Die gaat een beetje hier naartoe. En die mag iets verder weg bij de baan vandaan. Zoiets. Oké, leuk is dit. Dit is gaaf om hier doorheen te gaan. Ik denk dat dit wel genoeg gedecoreerd is, anders blijven we heel lang met thematiseren. Ik moet het nog allemaal perfectioneren. Wat een mooi woord, hè. Perfectioneren, dames en heren. Gooi het nog eens even. Een perfectioneren. We gaan het even perfectioneren. Ik wil nog even wat bloemetjes, want het is nog niet kleurrijk. Ik zie alleen maar dat groen. We moeten echt gewoon kleur. En dat gaat natuurlijk niet als we... Kijk, rood. Ik wil rood zien, dames en heren. Ik wil rood zien, dat hoort erbij. Kleur. Gewoon wat kleur. En groen. Ik weet dat we al genoeg hebben, maar groen hoort er ook bij. Het gaat natuurlijk ook voor dat soort dingetjes hier. En hier ook wat groen. Ik mis sowieso heel veel planten en bosjes ook. Dat moeten we sowieso even een beetje mooier maken. Zo, hier nog even een struikje aan de zijkant. Kijk, dit begint al wat leuker uit te zien, Vinnie. Zo. Oké. En dan hier nog een paar van die gele bosjes erbij. En nog dit en hier zo ook. En dan hier mag hij ook nog wel. En Melis abonneer is geabonneerd. Wat een dubbele functie. Melis abonneer, die abonneert op mijn kanaal door te abonneren. En daar staat er geabonneerd op het abonneerkanaal ding. Ik weet het zelf niet meer waar het nu over gaat. Oké, ja, die komt er naar binnen zo. Nou, leuk, door de poortjes. En dan kom je hier. Maar ik wou nog een soort van kleine village maken. Dat is dan eigenlijk het eindstukje. Dat doe ik hier zo. Heel klein stukje nog, team. En dan zijn we al bijna klaar, want de rest is allemaal oppervlakkig. Kijk hoor, zoiets. Het sluit mooi aan, zoals je ziet. Oké. En dan wil ik wat van die struikjes wil ik even aan de buitenkant. En deze, want we moeten niet gaan verwijderen, dat is zonde. Zo. En dan deze doen we dan een beetje naar boven. En dan gebruiken wij, let even op mensen, dit is natuurlijk al heel simpel, maar het is gewoon een hele goede oplossing, want waarom ook niet? Bij filters gaan we kijken bij Pirate. Ik moet trouwens bij die vorige set nog even met rotsen werken, maar dat komt dadelijk wel. Dit is ook wel weer leuk, hè? Omdat er een... En Dennis is geabonneerd. En trouwens, die letters zijn nog steeds aan het ronddraaien, dus het heeft niet geholpen, helaas. Kan ik dit doen hier zo? Wacht even. Zo'n boog, dat moeten we sowieso erin doen, vind je niet? Zo'n boog hoort er gewoon in. Ik vind van wel. En ook een beetje schuin. Dat is helemaal vet, hè? Oh, dat maakt het zo vet. Kijk, die moeten we hier ook doen. Nee, één boog is genoeg. Twee boogjes dan. Hier komen een Pirate Village. Of de Pirate Shacks. Die doen we gewoon hier zo. Het zijn hele makkelijke objecten. Twee verschillende. En daar kan je eigenlijk wat heel leuks van maken. Dus gewoon op deze manier kan je dan een soort van kleine village maken hier. En doen we dat hier ook. Kijk uit voor de windcoaster, want die zit er ook natuurlijk. Uitkijken, we kunnen ook wat omlaag gooien. Zo, hij mag hem niet raken. Ik denk dat hij dit niet raakt. Ik denk het wel, bijna wel eigenlijk. Dus het is een beetje krap voor zulke grote huisjes. Maar dit ziet er wel gezellig uit, hè. Kijk, lekker een beetje knus. Dat mag wel, dat was ook een beetje de bedoeling. En dan kunnen we hier nog allemaal, dit is gewoon de opslag. Dus hier kan je echt van zulke dingetjes plaatsen weer en... vlaggetjes komen op de achtergrond weer. Moet even dit uitvinken. Zo. En hier ook. Maar we hoeven niet altijd animatronics neer te zetten. Maar we kunnen wel natuurlijk even piraatjes hier zo een beetje achterzetten die aan het schieten zijn. Wow, want die zijn natuurlijk allemaal mensen aan het schieten daar. Zo, die zijn de mensen gewoon een beetje actie mag erin komen. Pets! Ik weet niet of dit te hoog is, want het is, ik heb hem wat op moeten hogen eigenlijk. Het staat wat te laag, maar dat is gewoon bewust gedaan zo. Oké. En hij staat een beetje te chillen in het bosje hier zo, wacht even. Hij staat te chillen daar, hij vindt het allemaal, hij wacht gewoon tot hij is uitgeschoten. Hij vindt het allemaal goed. En bedankt voor het abonneren trouwens aan Trevor Pelikaan. We moeten natuurlijk ook wat houten balkjes neerzetten, want het is een beetje... Ja, het is gewoon een beetje voor het decor natuurlijk. Zo, en het bootje komt voorbij. Hallo bootje. Zo. Kijk, dit zijn altijd leuke dingen om een beetje gewoon... Dit is gewoon eigenlijk... Oh, een gal. Zo, oh, zoiets als dit is vet.
Kijk, dit moeten we hier ook even neerzetten. Ik denk dat het haast niet past. Dus ik zal het een beetje ergens anders neerzetten. Misschien zoiets als dit. Zo. En dan even kijken. Van dat hout eruit laten steken. Zo. En dan doen we dit terrein een klein beetje naar weg. Zo. En dan kan dit een beetje opgevuld worden. Zo. Ik vind het gaaf. Jongens, we zitten op 78%. En Pandalight is geabonneerd. Bedankt voor het abonneren. Graag gedaan, Vincent. Oh, dankjewel. Oké, dankjewel. Terrein. Dit is ook wel heel tof. Alleen, ik vind het gaver. Ik weet niet of dat... Ik vind die ondersteuning... Dit vind ik vet, hè, met die balk. Dat is zo gaaf gedaan. Kijk, ik moet uitkijken dat ik... Zo, dit mag een beetje omhoog lopen, zo. Ah, maar dit is gaaf, jongens. Ik hou hiervan. We gaan nu met de rotsen. Gaan we even langs het hele parcours. Dan gaan we een onderrijd maken van deze attractie. En dan, ja, dan helaas moeten we toch nog wel... Nou ja, zo erg is het niet, maar... We gaan gewoon nog een keer verder met dit mappie. Dus dat is wel heel tof. Oké, die zit daar in de hoek. En dan pakken we even rotsen bij Nature. De filter doen we uit. En dan pakken we even... Oh, ik zat bij... Rocks. Ja, daar moet ik zitten. En Jenny Huis, bedankt voor het abonneren. Graag gedaan, zeg je dan. Oké. Okay. Kijk, de zijkant een beetje mooier maken natuurlijk. Want dat vind ik niet mooi, dat soort van laagje wat je hebt. Dus dat kan we een beetje camoufleren met die steentjes. Zo. Oké. Okay. Hier moeten allemaal grote stenen komen. En die mag wel, hij mag wel een beetje tegen de boot aan hoor. Want ik bedoel, ja, die boot is gewoon tegen die rots aangekomen. En dan kan je dit ook een beetje lager gooien zo. En je kan dit natuurlijk nog doen zo. En hier kan hij nog wat hoger gaan. Je kan het zo leuk maken hoe je het wil. Dus dat is in principe gewoon... Oké, we gaan nog verder, want in het begin moet ook nog rotsen doen. En we moeten alleen nog even het station een beetje teamen. Ik zie dat dat er ook gewoon helemaal niet mooi uitziet. Zo. Ik zie ook helemaal niks, dus ik denk dat we ook met lampjes moeten werken. Later, Laters is geabonneerd. Volgens mij is die ook echt Laters. Laters. Oh, je hoort nog steeds van die geluiden, dames en heren. Ik dacht dat ik die uit had gezet, maar boeiend, boeiend. Dat was voor mij een melding dat er iemand abonneert op mijn kanaal. Sowieso heel tof als er iemand abonneert, vind je niet? Ik vind dat wel. Vorige stream, ik kan het even zeggen, niet normaal. Gisteren hebben we gestreamd, Planet Coast, ik had het ook niet verwacht. Gewoon 200 abonnees erbij op één dag. Ik dacht van, jongens, normaal heb ik dat in, zeg maar, 3 weken. En nu in één keer in 1 dag. Ik dacht, oh, wow. Nou, echt heel lief. Ik vond het echt super tof. Oké. Nou, wat groen doen. Kijk, dit zijn leuke dingen. Hè? Het nog vetter is als hier allemaal water naar beneden komt natuurlijk. Ik heb nog wat ideetjes. Die moet ik ook gaan uitvoeren voordat we een onrijd gaan maken. En Boris, en met 1 euro. Vincent, je bent echt nice. Deze euro voor jou. PS, je webshop doet het niet. En doe in de tunnel rook of vlammenwerper. De webshop doet het niet. Dat is heel apart, want die hoort het wel te doen. Dat is heel vreemd. Nou, ik zal er binnenkort even naar kijken. Ik weet niet wat het precies niet doet. Maar dat zou zonde zijn. Als die natuurlijk, als jullie geen kunnen kijken naar mooie... Oh, dit is ook gaaf, dit zo aan de zijkant. Het komt helemaal niet hoog, vind je? Ik dacht meer aan Splash. Nee. Het is een kleintje. Dit zijn grotere, hè? Kijk, zoiets als dit hier. Dat zijn ook leuke dingen. Water, water, water. Ik vul even water in. En dan pakken we deze, denk ik. Is dat die spray? Oh, die spreekt hem echt constant. Wow, kijk hoe hoog die komt. Niet... Oh mijn god. Aquanura. Nee, dat is natuurlijk, dat kan natuurlijk niet, hè. Ik weet het. Was weer overdreven van mij, sorry. Water the Large. Hoe hoog komt die dan? Kijk, die is ook tof natuurlijk. Dat is gewoon een straaltje. Maar je hebt eigenlijk ook zoiets als dit. Dat is ook wel heel tof. Kijk, die moet je gewoon hier plaatsen. Hier 1. Daar 1. Daar 1. En daar 1. Kijk, dat is tof. Dan weet je nooit wanneer die is... Dat is gaaf, dit. Fantastisch. Heel vet. Hier ook een beetje aan de zijkant. Zo. Hoppakee. Fantastisch. Hier hou ik van. Hier doen we het voor.
En natuurlijk even iets. Een grote splash doen we even hier zo. Ik weet niet of dit mooi is. Ah, die mensen worden wel nat dan, hè? Hoppakee. Moet wel een beetje nat worden in de attractie. Een klein beetje water over je heen, dat mag natuurlijk wel. Even een station maken en dan echt gelijk een onrijd. Hoe laat is het? Over 20 minuten? Dan hebben wij gewoon een complete onrijd, ja? Geloof me, ik ga mijn best doen. Ik ga het niet afraffelen, maar ik ga wel mijn best doen. Hè? Oké, nou hier doen we twee van die poortjes, want dan moet je weer natuurlijk in het stationnetje komen. En dan doen we even, zien jullie dames en heren, concentration face van mij, concentration face. We moeten het op tijd doen, we moeten het op tijd maken, dus ik schiet al op. Pa. Het was trouwens best wel goed weer vandaag, toch? Het was even regenen vanmiddag, maar we mogen niet klagen. We mogen niet klagen, jongens en meisjes. Het kan altijd erger, zeggen we dan, het automerk. Dit zijn de sandstone... Oké, sandstone. Wat hoort er bij sandstone? Sandstone. Hebben we daar nog een speciale dak? Ja, daar hebben die platte daken, maar dat vind ik er niet uitzien. Dus we moeten eigenlijk een soort van combi maken. Wat zou daarbij passen? Ik denk gewoon zoiets als dit, maar ik weet niet zeker of dit nou heel mooi is. Op zich vind ik het niet heel lelijk. Daarom denk ik dat ik dit gewoon ga gebruiken. Of je moet kijken bij Castle. Ik geloof dat er een soort van Castle... Ja, dan zou je deze moeten gebruiken. Maar dat vind ik echt absurd hoog. Dat zijn echt... Ik vind ze niet eens heel mooi. Maar je zou het wel eventueel kunnen gebruiken. Maar ik denk het niet hoor. Ik vind het niet... Nee, het wordt ook echt een heel simpel gebouwtje. Dus ik ga even terug. En dan ga ik toch maar voor... Ik denk deze hoor. Of nou ja, deze dan. Ja, deze is leuker. Of nou, nee, welke hadden we net? Deze. Oké. Okay. Moet natuurlijk opschieten, want we moeten over een paar minuten gaan we een onderrijd maken. En dan wil ik een beetje dat het er leuk uitziet al. En een plat dak. Nou, het wordt eigenlijk precies hetzelfde als wat we eerst hadden gedaan met... Ik ben heel slecht met stations. Ik zal het gewoon bekennen, jongens. Ik ben gewoon heel slecht. Sandstone. Zo. Nee, kijk, als ik gewoon de moeite in steek, dan kan ik best wel een mooi station maken op zich. Maar de vraag is, wil ik er moeite in steken? Nou ja, weet je, het moet er wel een beetje redelijk uitzien. En ik weet zeker, als dit online komt, wil ik dat helemaal nog mooier gaan maken. Want ja, ik kan zoiets natuurlijk niet online zetten. Niet dat ik me dan gelijk schaam, maar dan heb ik zoiets van, ja, weet je, het kan wel leuk uitzien, dat parkje. Maar dit ziet er natuurlijk echt gewoon vreselijk slecht uit. Oké, stel je voor, dit loopt dan even een soort van door. Want ik vind dat dat erbij hoort. Dus zeg maar een huisje van twee breed. Zo. En die gaat dan ongeveer tot daar. Let op, hè. Dat gaat er wel leuk uitzien, denk ik. Kijk, die kunnen dan een soort van duplicaten naar daar. Kijk, dan lijkt het alweer heel anders. En misschien kan ik hem één stukje naar die kant toe. Ik denk dat dat wel leuk staat. Ja, dat doen we gewoon. Zo. Mak, beste Jeffrey, jij woont in Roosburg. Ja, zeker. Deze kan weg, deze plaatsen we. Het is altijd een beetje tricky als je natuurlijk op zulke maniertjes gaat bouwen. Want dan zitten al wel heel veel dingen in de weg en zo. Kijk, dit is leuk, want ook aan de andere kant nu kan je dan heel leuk dingen zien. Zijkantje, daar moeten we opstapelen. Maar ik heb dat autostack uitgedaan, dus ik moet even goed kijken met het draaien van mijn camera dat ik hem goed plaats. Zo. En oké, doen we dat ook aan deze kant. Daar staan natuurlijk weer 30.000 bomen voor. Ik probeer het een beetje, yes, te zien. En dat gaat lukken. Sowieso, het gaat lukken. Tuurlijk. Even kijken. Hop, die weg en daar weg. En dan halen wij de 80%, dames en heren, nog. Ik ben benieuwd. Dat lijkt me heel leuk. Het zweeft trouwens. Waarom zei u dat niet eerder? Het hele station zweeft. Ik had het nog helemaal niet door, joh. Dan maken we gewoon even een onderkantje eraan. Dat is ook geen probleem. Zo. Oh.
Zo. Oké, dan moeten we even in het gebouw kijken, want anders... Oh, dat boompje zweeft, zie je het? Ik zie hier een stuk, een dopje uitsteken. Oké, dat gaat helemaal rond. Nou, daar moet ik het ook even doen, want anders zie je dat dadelijk natuurlijk dat er een onderkantje in zit. Zo. En nou, het ziet er al wat leuker uit, denk ik. De wachtrij is als volgt. Zoiets, denk ik. Of moet je al gelijk naar beneden? Dat weet ik dus niet. Oh, ik zit... Wacht, dit is niet de goeie. Is dit nou de ingang? Of, oh, wacht even. Ik heb hier de ingang gemaakt, dat is alleen maar goed. Want dit moet gewoon aansluiten met dat. Dus, ja. Doe maar. Oh, wat lelijk. Dit moet gewoon in één keer naar beneden. Zo. En dan mag het zo aansluiten met dit. Kan dat? Waar? Waarom sluit het niet? Maar dan wordt dit het. Oh my god. Nou, het is niet heel lelijk. Ik bedoel, er zijn lelijkere dingen. En dan deze gaat dan 4 breed. Zo. Die boom haal ik weg hoor, wees niet bang. Ik weet niet of dit heel erg... Ja... Er zijn veel lelijkere ingangen, dames en heren. Dit is helemaal niks nog. Kan ik hem niet aansluiten? Ja? Oh my god! Dit is echt heel lelijk. Ja, dit vind ik wel leuk, dat slalommen. Maar ik denk dat we hem hier al een soort van naar beneden moeten laten gaan. Dus zoiets als dit. Ja. En dan haal ik... Ik moet dit even weghalen, die bloemen. Want ik word helemaal... Helemaal gek van die dingen hier. Altijd even plaatsen. Dan hoef ik ze later niet meer... Hoppakee. Dit boompje gaat een beetje naar achter. Deze staat ook in de weg. Die gaan we dan een beetje naar deze kant doen. Struikje staat in de weg. Die vormen we dan hier. Zie je het? Als je gewoon dingen niet weggooit, maar gewoon verplaatst. Dan is het altijd wel... Er staat hier een heel vies struikje. Zo. Large bush. En die gaat dan eventjes deze kant op. En deze gaat ook weg. Want we moeten hier plek maken voor het... Hoe lang heb ik nog? 12 minuten. Pet. Och, jezus, wat lelijk dit. Komt natuurlijk door die objecten. Wat hier... Kijk, dit zijn... Dit moet even naar beneden, dit. Waarom gaat... Oh, dat gaat niet door dat pad. Shit. Dat vind ik wel heel naar. Dat is heel naar. Kijk, nu kan ik hem als het goed is wel... Ja, zie je het? Dat is echt... Ik snap er niks van. Path. Q. Yes. En dan gaat deze... Wat? En bedankt voor het abonneren, Marleen Tuma. Het is wel leuk als hij zo aansluit trouwens. Maar jammer dat hij... Kan ik hier de ingang maken? Waarom ook niet? Dat is veel vetter. Waarom niet? Ik vind dat wel wat beter. Ja, ik vind van wel. Oké. En dan kunnen we hier ook even het terrein een beetje zo... Het jammer is dat hij nu met dat pad doet, hij even een beetje vervelend. Dat weet ik nog niet hoe dat precies gaat. Door... Oh, scenery lock. Wacht even. Nee, dat is niet goed. Surface lock. Nee, dat doet hij dus niet. Raar, want ik heb dat voor me wel disabled in de chat. Ik zal hem trouwens opslaan. Jeetje, ik zit al zo lang te bouwen en ik heb hem nog niet eens opgeslagen. Even kijken hoor. Settings. Game. Disable coaster collision. Deze. Disabled terrein. Ja, volgens mij moet je wel er doorheen kunnen bouwen. Maar bij die paden doet hij nog een beetje rot. Rots. Doet hij een beetje rots. Nou, weet je wat? Dan doen we gewoon lekker op deze manier. Gewoon wat rotsen hier. En dan doen we deze duplicaten. Nee, niet dat. Ik wil hem duplicaten. Dankjewel. Draaien. Naar boven. En plak. Duplicaten.
draaien naar boven, plak. Pak hem nog een keer. Beetje draaien en plak. Doe ook met dit. En zo doe je dat draaien. Heb je allemaal gevarieerde steentjes. En doen we dadelijk nog plantjes er doorheen. En je kan er eventueel nog andere steentjes doorheen gooien. En dan ziet dat er ook wel best wel leuk uit. Misschien moet ik dat dan hier ook een beetje doen. Zo, het is sowieso leuk dat je hier al langs gaat. Langs die rotsen. Kijk, die mensen lopen al gezellig op het bruggetje. Hoe leuk. Dit zijn leuke dingen natuurlijk, hè, om dit te bouwen zo. Zo. Maar wat voor plantjes kan je ertussen doen? Nou, meestal kijk ik dan eventjes naar dat soort van onkruid. Lilypads. Oh, lilypads. Kijk hoor. Ja, nee, ik ga er niet mee knoeien. Geen lilypads, alsjeblieft niet. Oh, verschrikkelijk. Zo. We pakken gewoon even vrolijk. Oh, lilypads. Maar toen, nee, doe maar niet. Oké, dit een beetje ertussen, hè, van die struikjes. Dat vind ik leuk. En ook, dit is een beetje dat mosachtig. Dat vind ik ook wel zo. En ook een beetje met die kleuren ertussen. Zo. Het heeft ook wel wat. Kijk, kun je hier ook een beetje laten groeien, zo. Kijk, gezellig, gezellig. Oké. En dan sluiten we af met een bosje aan de zijkant, zo. En wat hebben we nog meer? Ja, dit was het wel een beetje, denk ik. Je kan trouwens ook deze gebruiken, want die heeft van die leuke... een beetje groen ook ertussen nog. En die heeft ook van die wortels uitsteken. Dat is best wel leuk om dat zo eroverheen te laten hangen, zie je dat? Het heeft wel iets. Oké. Nou, die heb je dan ook nog. Oké, die kan je hier ook plaatsen. Zo. Right. Hoe lang hebben we nog? 8 minuten. Yes, ik ga het gewoon doen, mensen. Ik ga het gewoon doen, let op. Veel plezier met je nieuwe capture card. Groetjes, Rick. Rick, dankjewel. En je B-gaming, €5. Dankjewel, heel lief. Super tof. Kijk, dit zijn leuke dingen, hè. Dit zijn leuke dingetjes. Hoe gaan we dat een beetje verlichten dan? Zoiets. En dan als je dan een andere kleur pakt. Oeh, dat is vet, hè. Ik hou hiervan. Ik denk iets van rood. Dat is te donker. Ja, zoiets. Gewoon een beetje met licht te spelen. En deze gaat dan mengen. Met bijvoorbeeld een ander kleur licht. Ja, het is nog wel best wel donker. Kijk hoor. Ik wil deze, als het kan, een beetje daarheen. Maar waarom zie ik hier niks? Dat is jammer, misschien staat hij te ver weg. Super tof, ik volg No Limits. €20! Jezus, Svenergy! Ik ben Svenergy op YouTube. Super tof, ik volg No Limits en Planet Coaster van jouw mooie stream. Ik ben Svenergy op YouTube. Svenergy. Tof. Oh mijn god, dankjewel voor je donatie. Jeetje. Dit is wel heel tof. Nou, dat gaat wel goed komen met die Dazzle Card. Dat weet ik nu al. Kijk, rood maken we het hier. Dit zijn leuke dingen. Oh. Ik weet niet of hij die muur gaat halen. Voor mij is het daar te licht. Dus ik denk niet dat hij dat... Nee, je ziet amper wat, joh. Oké, we hebben gewoon wat rode lichten. En ik wil hier nog een beetje wat groen. Er moet nog wat... Ik weet niet, iets van... er moet iets komen hier nog. Ik heb nog even de tijd, hè. Ja, nog 7 minuutjes. Ik kan nog even van alles doen. Oh, fakkels. Ik zag fakkels. Ja, fakkeltjes. Die doen het ook wel natuurlijk, hè. Zo. Die worden dan een beetje langzaam. Ga je dan naar boven. Zo. Hier ook nog een fakkeltje. En hier nog één. Zo. En misschien moeten we dit nog een beetje met steentjes een beetje kliederen. Of gewoon met groen. Met groen, denk ik, hè. Met groen moeten we dit. Ach, verschrikkelijk. Die cam, jongen. Deze. Nature. Svenergy. Echt super tof, joh. Ik vind het echt leuk. Dankjewel voor je donatie. Ik waardeer het echt enorm. Echt super lief. Echt tof. Je hebt bijna je capture card. Ja, oh ja, eigenlijk nog niet. Nee, ja, dat wel. Als ik het eerlijk ben, dan eigenlijk moet ik hem dan halen. Maar ik moet heel veel geld bijleggen, omdat... Ik heb al uitgelegd, als iemand een donatie doet, dan gaat er ook een gedeelte naar iDeal en dat soort dingen. iDeal zelf en PayPal houdt ook een stukje bij zich en zo. Maar ik leg graag geld bij, want het is ook een goede investering, hoor. Zeker weten.
Het is een leuke investering. Jongens, maar Crash Bandicoot komt binnenkort. Voor de mensen die het niet kennen, maar dat is echt een heel leuk platformspel. We gaan het lekker spelen. Zeker weten. Niet elke avond. 5 eurotjes. 7 euro. Woehoe! We hebben het gehaald. Dames en heren, de laatste eurotjes door Steven Luigenbroer. Wauw. Woehoe! Oh mijn god, dank jullie wel. Het is echt super tof. We hebben 150 euro gehaald in 2 dagen. Dat is echt absurd. Wat is een capture card? Ik laat het even zien. Dit kastje. Dit bezorgt mijn computer heel vaak een blue screen of death. Dus hebben jullie wel eens gekeken als ik Xbox deed of PlayStation spelletjes op mijn kanaal. Dan verzorgt dat heel veel problemen en het liep niet soepel en het gaf altijd problemen. En deze is wat ouder. Giovanni heeft deze ook. 5 euro, Foxy Boy. Dankjewel, Foxy. Matthijs, super lief van je. Echt heel tof. En deze capture card is 30 frames per seconde. Maar we gaan naar de 60 frames per seconde. Dus het wordt echt een verbetering. Alleen die Dezzle card is 200 euro. Dat is echt heel veel geld. Dus vandaar heb ik 150 euro als een soort goal neergezet. Zodat ik die kan halen voor volgende week. Want volgende week komt Crash Bandicoot uit. En dan kunnen we ook heel veel spelletjes gaan livestreamen. Denk ook aan horror games. Dus het wordt echt heel erg gaaf. Het wordt echt super leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. En dames en heren, over 4 minuten dan gaan wij een leuke onderrijd laten zien van deze attractie. Van deze, een logflume, hè? Een logflume. Babs Banaan, bedankt voor het abonneren. Dankjewel. De bloemetjes steken gewoon een beetje doorheen, zie je het? Hartstikke leuk. Ik denk dat ik bijna klaar ben. Ik weet dat het einde niet echt gedecoreerd is. Dus ik moet nog even snel. Hebben we nog even? Ik heb nog 3 minuten de tijd. Oké. Vincent, rustig. Oké, haal diep adem. Rustig, Vince. Haal diep adem. Rustig aan. Nee, dat komt allemaal goed. Geen stressen. Kom op, die camera is vervelend. Vincent, niet stressen. Boompie. We moeten boompies toevoegen nog. Ik heb heel weinig boompies. Hier ook is het heel veel kaal nog, hè? Zo. En even kijken. Dan gaat die boomstamattractie. En 1 euro van Just Different. Dan moet je eigenlijk wel in de maneschijn zingen. In de maneschijn. Die strot ook heel die keel zo. In de maneschijn. Oh, dat liedje, jongen. Heel de avond zit al met dat maneschijn liedje. Verschrikkelijk. Ik denk dat ik wel aardig klaar ben. Althans, dat hoop ik. Waarschijnlijk zal ik dadelijk tijdens de rit wel heel veel dingen zien. Dat ik denk van... Oi, 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 oi. Dan bedoel ik daarmee van lelijk of misschien moet het nog gedecoreerd worden of zo. In de ma. Zo. Waar is de kantel die? Wacht, hij is ook helemaal niet geteamd. Ik weet het, ik moet nog heel veel doen. Nog 2 minuten. My blueprints are here. Zo. Kijk eens even die straken, jongens en meisjes. Wat een leuke straakjes. Helemaal volgooien met struiken. Hoppakee, gewoon klaar. Hup, klaar. Nee, maar daarachter is natuurlijk allemaal decor nog hier. Dus in principe kan ik hier ook nog wel eventjes wat plaatsen. Zo. Beetje opvullen, hè. Dat zijn ook gewoon nog dingetjes. Kijk hoor. Hier dit ook nog gewoon opvullen. Gewoon heel veel groen. Zo. Maar, ik denk dat... Ja, ik kan nog even rotsen plaatsen nog. We zijn nog even bezig. Terrein toe kan ik nog een beetje mee spelen. Dus... Even kijken als we dit zo doen. Ja. Oké. Kunnen we nog meer met de terreintool doen? Yes, daar een beetje. Misschien hier nog een klein beetje laten steken zo. Dat is ook wel leuk. Het hoeft niet allemaal zo perfect te zijn met het land natuurlijk. Dat geldt ook voor hier. Zo, een klein beetje dat. En hier nog een beetje een soort van eilandje. Hoppakee. Kijk die mensen, jongen. Die kunnen niet wachten om even lekker die attractie te bezoeken. Ik snap ook waarom. En 1 euro van Job. Ik vind je stream leuk. Dank je voor het vermaak. Super lief van je. Dank je wel, Job. En heel erg graag gedaan. Ik doe het met liefde natuurlijk. Dat weten jullie. Oké, even dit een beetje nog opvullen. Kijk hoor. Intensity een beetje hoger. Size hoger. Kunnen we dat... Ja, zoiets wil ik wel. Yes. Oké, ik denk dat het klaar is om een onderrijd te doen van deze attractie. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik heb er moeite in gestoken en ik hoop dat dat terug te zien is. Even dit pad, kan ik dat nog aanpassen? Nee, dat gaat dus niet. Dit is een beetje vreemd dit, maar ja, het kon even niet anders. En heel veel kijkplezier
in deze attractie. Ik ga hem denk ik ook gelijk opengooien. Ik zie hier nog even een probleem. Dat hier een stukje doorheen steekt. Dat moet ik eigenlijk even wegdoen. Want dat ziet er niet uit. En dat geldt dan ook voor deze kant. Nee, dat heb ik al niet gedaan. Oké. Goed. We gaan hem opengooien. En dan met de eerste bezoekers erin gaan we een rondje maken. Dus ik gooi hem open. Hoppakee. Om niet eens te testen hoeveel karretjes waren er. Ik geloof dat er wel een paar zijn. Nummer 3. Dat is te weinig. Wacht even. Een stuk of... Ja, wat zal genoeg zijn? Ze gaan natuurlijk achter elkaar. 7. Nou, 8 denk ik. Zo. Oh, moeten we weer testen? Nou, dan gaan we gewoon gelijk erin. Ik had het beloofd. Dus geniet van deze attractie, dames en heren. De Pirate. Nog wat. River. Zit er ook muziek bij, mensen? Ja, er zit muziek bij. Natuurlijk zit er muziek bij. Wacht even. Ik ga ervoor zorgen ook dat er muziek bij zit. Moment. Jullie gaan hem krijgen ook. Ogenblik. Oh god. Mensen denken, oh god. Oh god. S'avonds om 9 uur nog even wat horen. Dat is hartstikke leuk. Oké, mensen. Bereid je voor. Want we gaan iets heel moois doen. En ik snap als mensen een beetje emotioneel worden. Maar het is even voor de attractie, oké? Heel veel luisterplezier. Oké, daar gaan we, jongens en meisjes. In de maneschijn, in de maneschijn, klom ik op het trapje naar het raamkozijn. Maar je laat het niet, maar je laat het niet. Har doet een piraat en har doet een vis. En har doet mijn tante die aan Alzheimer heeft. En dat is 1, en dat is 2, en dat is dikke, dikke, dikke tante. En dat is plons, en dat is plush. En zo draaien wij het wieletje nog om. Pom, pom. Hey, woehoe! Mooi hè, ik vind het prachtig. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij deze attractie. Aan de linkerkant bevindt zich de piraatjes, jawel. Zo mooi. Zo, echt zo. Zo. Oké, dankjewel. Dankjewel voor het... Hey, maar ik had hem wel gedaan, hè. Ik heb hem wel gedaan. Tijdens het onrijd, hoe vet is dit? Oké. Ik kom hier net en ik vind het verontrustend. Ja, het is ook een beetje zoiets van... Ai. Hé, maar ik heb nu wel heel de onderrijd een beetje gemist. Omdat ik meer bezig was met het... Dus dat, ja. Dankjewel. Nu ben ik doof. Hé, maar hoe vet is deze attractie geworden nu? Eventjes in deze avond. We zijn nu weer 2 uur bezig met streamen. En gewoon weer een nieuwe attractie erbij gemaakt. Fantastisch. Ook weer... Oh, dit steentje moet ik even weghalen hier, zie je? Een stukje terrein zweeft daar nog. Dan gaan we naar boven. Kijk, dit is ook een vet stukje daarachter. Heerlijk om dit even te zien. Oké, maar het moet echt één gethematiseerd plekje worden. Een parkje, zeg maar. Een klein extra parkje. Het station moet nog echt heel veel details krijgen, want het is echt heel simpel. Ik zal hem even vooruit spoelen. En dan gaan we gewoon nog een ritje maken. Kijk, die lamp moet eigenlijk, als je echt heel kritisch bent, moet die lamp nog wat meer naar beneden. Want die zweeft eigenlijk als het ware. Dat zijn gewoon kleine dingetjes dat ik denk van, ja, dat moet eigenlijk een soort van wel verbeteren. Maar op zich is het wel leuk. Ook sowieso dit stukje zo. Ik vind het wel gaaf hoor. Vind je niet? Hoppakee, leuk druk ook bevolkt hier hè. Ik vind het leuk dat je overal langs kan kijken. Ik had hem eigenlijk lager nog moeten doen. De track lager. Zodat dan decor ook allemaal beter nog naar voren komt. Want we zien nou echt de buikjes. Of tot en met de buik van de animatronics. Kijk, hier is het helemaal kaal ook. Dus misschien kan ik hier nog wel wat extra... Dit kan ik nog uithollen en nog wat extra thema bij zetten misschien. Maar op zich ziet het er wel vet uit, hè. Ja, het is wel simpel gedaan, maar het is toch wel een beetje gedecoreerd. Nou, hier komen we... Kijk, dit kan je ook eigenlijk helemaal niet zien. Want hieronder zitten 2 mannetjes... En dat bedoel ik. Ik had hem echt wat hoger moeten doen. Maar ja, boeien. En dan de windcoaster. Dat zou mooi zijn als die voorbij kwam.
Ik heb hem toch wel geopend, die attractie. Maar er draait maar één treintje, dus dat is zonde. Nou, dan komen we bij de laatste plons. Ja, ik hoor wat. Waar is de windcoaster? Waar is die? Ik weet niet. Jammer dit. Hoppakee. Kijk, die rotsen zien er wel vet uit met een bootje zo. Het heeft wel iets. Ja. Wanneer is de summer update? Vind je je stream hapert als de pest? Oké. De game loopt niet goed. Sorry. Nou, dit is mijn park tot nu toe. Hoe vinden jullie het? We gaan zometeen stoppen met de stream. Zijn er nog verzoekjes? Dan laat het even weten natuurlijk. We hebben inmiddels 322 likes op de video. En ik krijg een melding van een Jeroen van Engelen. Bedankt voor het abonneren. Ja, dit ziet er toch vet uit, jongens. We hebben gewoon een... het is ook best wel redelijk groot. Het kan groter. Ik bedoel, we hebben nog heel veel oppervlakte. Maar op zich ziet het er wel leuk uit. Ik ga hem even opslaan. Mensen, nu nog even een laatste vraag aan jullie. Moeten we doorgaan met streamen volgende keer? Volgende keer heb ik het over, hè. Volgende keer, met een nieuwe goal. Moeten we dit park nog verder gaan bouwen? Of zeggen jullie van iets anders? Of gaan we dit helemaal nog fine-tunen? Gaan we nog leuke dingen doen? Laat het weten. En dan gaan we nog even een onderrijd maken in de windcoaster. En dan zijn we klaar. Maar laat nu nog even weten van... Gaan we door met het park? Gaan we nog wat vettes ervan maken? Gaan we het nog mooier maken? Gaan we het updaten? Gaan we het meer details geven? Gaan we de gebouwen updaten? Gaan we alles doen? En dan heb ik het dus over ook dit gedeelte. Want dit is helemaal kaal. Gewoon echt een soort village maken hier zo. Een beetje drukker teamen nog. Hier is het ook wel leuk zo met die hekjes. Maar gaan we het nog mooier maken? Ik zie heel veel mensen, yes, 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 ja, 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 doorbouwen. Kom op, Vincent, ja, ja, verder, verder gaan, verder gaan. Oké, ik zie het nu al in de comments. We gaan gewoon verder. Een laatste ding, een onderrijd van de Broken Down. Oi, 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 ik denk dat ik even mannetjes moet aannemen, want ik heb nog helemaal geen mensen aangenomen in het park. En misschien is dat wel handig om dat even te doen. Want we hebben inmiddels 433 mensen in het park en dat is niet handig als we dan... geen monteurs aan. Ik zal wel 4 monteurs, want we hebben 4 attracties. En ook wat bewaking. Zo, vooral bewaking. Zo. En dan doen we ook nog eventjes een mevrouwtje. Prinsesje. En we doen piraatje mevrouw. En we doen ook nog eventjes onze leuke dino. 2 stuks. Zijn tweelingbroers. En we doen ook meneer Cookie. Gezellig, meneer Cookie is er ook. Hartstikke leuk. Lekker in de draaimolen. Lekker gezellig. Oh ja, mama, ga je ook lekker draaien? Natuurlijk. Nee, ik word daar een beetje misselijk hoor in de draaimolen. Nou, dat maakt niet uit. Gewoon lekker draaien. Gezellig. Oké, nou, dat komt allemaal goed. Nou, dit is ook wel beter geworden. Alleen, het kan nog wat meer gedetailleerder. Ik vind het nog een beetje simpel. En hier moet ook nog wat meer decor doen. Hier ook nog. De reuzenrad moet nog gedaan worden. Aan de zijkant moet nog gedecoreerd worden. De divecoaster moet nog even flink geüpgrade worden. Ja, we hebben nog heel veel te doen. Dus vandaar vroeg ik van, zullen we het beter doen? Zullen we het gewoon verder doen in het park? Dan komt het goed. Wordt de divecoaster gemaakt? Ja, hij wordt gemaakt. Volgens mij moet dit draadje naar links. Ja, even kijken. En dan is dat helemaal in orde. Even een schroevendraadje. Juist, oh, dat is het probleem. Wacht even, heb ik dat nou goed gedaan? Geloof het wel. Ja, nou, weet je wat? Ik draai hem nog een klein beetje verder aan. En dan zou die in principe wel beter moeten functioneren. Nou... Succes! Nou mooi, dan kunnen we erin. Hoppakee. En dan mag die meneer weggaan. Toedeloekie! Niet door de muur heen, goed zo. Ik vind het zo leuk hoe je dan... Oh, ik moet aan de rechterkant zitten. Wacht! Eén ding. Ik heb hem op pauze gezet. Wees niet bang. Moment. Even één ding fixen. Want voordat we weer aan de andere kant zitten... hier was iets daar die doorheen ging. Dus ik moet even heel voorzichtig dit een soort van... Als het kan, een klein beetje schuiven. Zo. Ja. En er was nog iets. We gingen door een bosje heen. Dat wil ik ook even gelijk fixen. Er was ergens een bosje. En dan gingen we met onze bakkers gingen we er volop doorheen. Oh, aan het begin was dat. Aan de rechterkant. Dit stukje denk ik. Ik denk dat dit het struikje was namelijk. Zo. En ik geloof dat dat het een beetje was. Juist, oké. Nee, nu ben ik helemaal... En familie Dorgelo, misschien, hoe je het zegt. Die heeft ook geabonneerd op het kanaal. Dat is lief. En nu gaan we wel aan de rechterkant zitten. Zo. Wat gebeurt er nu? Oh, we moeten even wachten op de volgende lading.
Wel vet dat we daar ook die boomstamattractie zien. Dat is wel heel tof. Vergeet je steen niet, Vincent. Oh, steentje. Waar zat die steen ook alweer? Iemand zegt het ook. We gaan één keer onderuit maken voorin en daarna achterin. Dat was een steentje inderdaad. Welk steentje was dat ook alweer? Was dat... even denken, was dat dit steentje? Of nee, deze was het. Deze was het, zeker. Denk ik. Weet het niet zeker trouwens nu. Zit hij nou wel goed of moet ik hem kleiner doen? Kleiner, zo. Ik denk dat dit er was. We gaan dus een onderrij maken voor in de trein en daarna eentje achterin. Gewoon omdat jullie het zijn. Een extraatje, hartstikke leuk, weet je wel. Jullie hebben het verdiend. We zijn heel de avond al erbij gebleven. En bedankt Gio Neymar Junior. Neymar Junior is geabonneerd. In de ma. Oké, daar gaan we. Gezellig met die meneer hier. En op mijn stoel zit een vrouw, denk ik. Oh, dit moest ik fixen. Dat stukje. Oh, dat was het. Daar gaan we. Hop, door de struik heen. Ook weer door een struik. Ik moet nog heel veel fixen, dames en heren. Hoppakee. Wee. Vooral begin. Hoe meer je bouwt aan de zijkant van die coaster, hoe meer problemen je krijgt. Dus daarom zo weinig mogelijk aan de zijkant bouwen. En vooral onder de banen kan er nooit wat misgaan. Maar nooit aan de zijkant. Kijk, dat struikje kan ook nooit misgaan, want dat zit onder. Mooi achtbaan, maar had ik wel verwacht van jou. Dankjewel, Tjoep Tjoep. Wow! Woehoe! Heerlijk dit. Ja, dat hekje gaan we doorheen. Dat moet ik ook fixen. Hoppakee. Gaan we naar de looping. Dan zal ik daar even die dingen eruit halen. Die bosjes. En dan gaan we achterin zitten. Oh! Oh, dat hekje kreeg helemaal kop. Dat houten balkie. Wow, over de boomstamrivier. Dat was vet. Door dat stuk heen. Door de haai. Ja, ik denk dat we die haai moeten verplaatsen hoor. Ik vind het leuk die haai, maar dit is gewoon fine-tunen van het park. Dat moeten we echt volgende keer in de aflevering gaan doen met de stream. Gewoon fine-tunen van dit project. Kijk eens wat we helemaal hebben bijgebouwd. Dit hele gedeelte hebben we bijgebouwd. Nog meer gedecoreerd. Station gedaan. We hebben best wel een hoop gedaan vandaag. Dus ik ga even die dingen fixen nu. Dat was even kijken. Het bosje was... eerst dat zijkantje. Dat zijkantje was geloof ik... Waar was dat ook alweer? Jeetje, ik ben het nou alweer vergeten. Hier zo, dit stuk. Terrein en dan die. En dan size, die ook kleiner. Zo. Dat mag wel zichtbaar zijn. Dat is wel vet, zoiets. Kijk. Kijk, dit is fine-tunen, dames en heren. Dit is fine-tunen van mijn map. Dat is natuurlijk echt awesome. Dat is het leukste wat er is. Dan had ik nog een stuk op het einde. Ja, fine-tune is heerlijk. Want dan is het bijna klaar, weet je. Dan kunnen we zeg maar zeggen van... Ik ga deze gewoon verplaatsen. We gaan er niet doorheen. Sorry. Maar we gaan hem gewoon een beetje aan de zijkant doen. Zo. Zoiets als dit of zo. Ik weet niet wat het beste is. Of misschien aan de zijkant zo. Is dat leuk? Dat hij hem bijna opeet? Ik weet niet. Zoiets? Dat is ook gaaf. Waarom doen we niet zoiets, ja? Wat ik hem net had. Ik weet niet waarom ik verplaatste. Zoiets. Hoor die geluiden, joh. Vet. Oké, hij gaat er dus niet doorheen. We kunnen ook die haai door die boomstamattractie plaatsen. Oh, wacht even één ding proberen. Ik weet niet of het lukt. Je weet wat ik wil, hè. Je weet wat ik wil. Zeggen jullie ja of zeggen jullie nee? Ja, het is wel echt episch natuurlijk om dit gewoon te gebruiken. Ik bedoel, het is een nieuw object. Nou, niet heel nieuw, maar... het is wel heel gaaf. En dan aan het begin, denk ik, hè? Wow! Het lijkt echt een beetje op een soort van de kraken, maar dan met een haai. Ja, mensen zeggen ja. Ik denk dat we dit moeten doen, hoor. Sowieso, dit moeten we doen of niet? Dat is toch gaaf? Ik vind het tof. Ja, eigenlijk moet je hieraan vastbouwen dat je dan in de buik zit van die haai. Ja, dit is gewoon een verbetering. Hebben we toch het object gebruikt? En dan voor een ander doelwit. Ja, veel leuker. Zie je, dit is fine-tunen, mensen. Dit is fine-tunen. Bij het einde van de waterattractie is een zwevende steen. Klopt, dankjewel. Dat zijn fine-tunen. Jullie helpen mij met het fine-tunen. Dat is echt... jullie zijn echt bazen. Serieus. Eigenlijk moet ik jullie gewoon gaan doneren ook. Nou, geef je PayPal door. Nee, dat kan ik niet maken natuurlijk. Dan kan ik nooit die Dazzle-card kopen. Hier was ook, even kijken, dit hekje... Dit moeten we ook even eruit slopen. Het is raar, maar waar. Zo.
En ik denk ook deze hoor. Zo, dan maar even geen hekkie. En hij ging nog ergens doorheen. Ik geloof dat hij ook bijna dit ging raken. Dus dan gooien we dit er gewoon uit natuurlijk. Die raakt hij dan weer niet. Maar dit zat allemaal een beetje close. Dus weet je wat, ik gooi dit gewoon even uit. Dus fine-tunen mensen, fine-tunen, fine-tunen. En dan gaan we nu even achterin zitten in de attractie. We hebben nu al wat dingen weer gefixt. Oké, gaan we even een onride. Eerst nog even deze baan afmaken of was dit het begin al? Oh, nou, we gaan gewoon even achterin zitten nu. Dus car nummer 7, 6. Hoppakee. Dat is ook tof hè dit, moet je kijken jongens. Heerlijk. Ja, dit zijn wel echte toffe attracties. Kijk, dit is allemaal beter al. Hoppakee. De video van Helen Doorn komt pas na de Efteling video. Sorry, het was even een beetje... Hij is al lang gemonteerd. Maar excuus, blijf even wachten en het komt allemaal goed. Dat stukje, die houten box op het einde ga ik nu weghalen. Had hij op het einde een airtime jongens met dat heuveltje hier? Volgens mij wel, dit is een airtime heuveltje. Laat ik gewoon erin zitten hoor. Oké, kijk, dit stuk moet weg. Dus even kijken hoor. Deze. En deze. En nee, dat moet er wel in blijven hoor. Maar dat, het kan gewoon haast niet. Wacht even. Deze moeten we eigenlijk even onderuit halen. En dan moeten we eigenlijk even handmatig even eronder zetten. Bijvoorbeeld dat hij een beetje zoiets doet. Kijk, dan zit hij net wat meer er vandaan. Heeft hij toch ondersteuning. En hij kwam nog ergens tegen een houten latje aan. En ik weet niet waar dat was. Ik geloof hier kwam hij ergens tegenaan. Ik weet niet wat hier precies aan de hand was. Maar ik denk dat ik dit gebouw... Dat ik die een klein beetje moet verplaatsen met de Toggle Advance Move. Zo. Ik ga jullie echt heel erg bedanken.